Nou, welkom in het meetcenter. Mijn naam is Harry Vekermans. Ik ben de exploitant van het centrum waar jullie vandaag zijn. Mijn contacten liggen dus bij de Brabant Academie, waar ik al een paar jaar meeloop met Jan van Dijk en wat activiteiten doe. Vandaar dat we nu eens een keer gezegd hebben van we kijken of we het een keer naar Tilburg kunnen halen. Dit evenement, een mini-event van de Brabant Academie. Nou, ik vind het leuk dat jullie er allemaal zijn. Ik zal kort even over het programma, dat laat ik direct over aan Jan en de rest. Ik zal zelf even kort even vertellen wat ik hier doe, wie ik ben en waar jullie dus ook uiteindelijk terecht zijn gekomen hier. Nou, het is, de link is dus met de Brabant Academie en de link die er eigenlijk ligt is bij een robot, omdat vanuit de Brabant Academie de gedachte leefde, samen met Theo van Dijl, die daar een keer aangeklopt heeft, om robotisering in de bouw en dan ook zeg maar een beetje met metselwerk, om daar iets aan te gaan doen. En daar eens over te gaan discussiëren, over na te gaan denken en dat projecten op te gaan zetten. Dat is de link. Ik heb daar in maart van dit jaar een keer een verhaaltje over verteld. En de reden waarom ik daar uiteindelijk dus bij terecht ben gekomen, is gelegen in het feit dat ik van origine een bouwkundig ingenieur ben. Ik heb dus naast dit kenniscentrum ook een bouwkundig adviesbureau en een metselwerkadviesbureau. Dus twee pootjes. En bij dat metselwerkadviesbureau ligt eigenlijk de link. Want metselwerk is mijn passie. En die passie die is eigenlijk wel een beetje grenzeloos. Ik ben, als het metselwerk betreft, overal in geïnteresseerd. En ik ben in die wereld waar ik, die metselwerkwereld, tot ontdekking gekomen op een gegeven moment, dat het heel erg ontbreekt aan kennis op het gebied van metselwerk. Daar zitten hier ook wat mensen uit het onderwijs, maar ook in het onderwijs, vooral op hogescholen, mbo's, wordt heel weinig kennis op van metselwerk gedoseerd of overgedragen. Het staat ook niet meer als vak in het curriculum en dat soort dingen. En wat ik dan in de praktijk altijd tegenkwam, is dat ook op de bouwplaats heel veel kennis ontbreekt op het gebied van metselwerk. Nou, dat vond ik jammer. Dus ik heb, aan de ene kant heb ik heel hard eraan getrokken om in het onderwijs en in de praktijk die kennis er wel in te brengen. En ik ben er eigenlijk achter gekomen dat het heel moeilijk is om dat te doen. Het is een prachtig materiaal om mee te bouwen en mee te werken. Maar het is uiteindelijk ook een complex materiaal, omdat er heel veel disciplines bij komen kijken en heel veel producten bij elkaar komen en diensten bij elkaar komen in dat netwerk. Nou, dat soort dingen die kun je dus verbeteren door met die industrie te blijven werken. Dat doen wij ook heel veel. Dus wij werken met producenten van metselwerkproducten samen. En daarnaast ook met architecten en ontwerpers. Ik laat even een paar dingetjes zien dat je een beetje gevoel krijgt wat wij dan ongeveer allemaal doen. En dan vooral in de richting van ontwerpers. Nou, dit is het verhaal van Rob, van de metselrobot. Waarbij wij een ontwikkeling die in Zwitserland uiteindelijk ingezet is op de ETH in Zürich, door Caramaccio en Kohler, een leerstoel, naar Nederland hebben gehaald. Dus we hebben hier in juni die robot hier achter in de bouwhoek gehad bij ons. Waarbij wij die robot wat metselwerk hebben laten maken en mensen hebben uitgenodigd om dat te laten zien. En is echt uniek. Die robot, dat is niet een robot die een metselaar vervangt, maar dat is een ontwerptool. Daarom zie je dat laatste plaatje hier met die bolletjes. Ze kunnen vanuit een computermodel, kunnen ze dan metselwerk gaan maken. En Caramaccio en Kohler noemen dat digital materializing. Dus digitaal materialiseren eigenlijk. En dat is hartstikke leuk en ook voor metselwerk heel leuk en interessant. Nou, dat is een reden waarom wij dit doen. Andere reden waarom dat wij dus die kennis van metselwerk willen verbeteren en hier het centrum hebben en hier die kennis in de markt zetten, is omdat er heel veel dingen fout gaan. Ik vind dit altijd een leuk project om even te laten zien, een gevoel te krijgen wat er dan fout gaat. Dit is de Zürichtoren in Den Haag. Dat gebouw is 85 meter hoog. Dat hebben ze binnen 6 jaar 2 keer gemetseld. Dus dat hebben ze helemaal afgebroken en dan denk je, dat kan niet. Ja, dat kan wel. Dus het gebeurt. Het is praktijk. Het is geen uitzondering. Dat is echt de praktijk van de dag. Dus je moet zorgen als architecten, als aannemers, als bouwkundige ideeën hebben om metselwerk te maken. Ook banaal metselwerk. Dus gewoon echt, vind ik, standaard metselwerk. Dan moet je daar kennis in stoppen zodat het goed gaat. Nou, dit is één voorbeeldje, laat ik nog even zien. Dat is leuk om ook aan een gevoel te krijgen van architecten hebben niet alleen maar beelden en ideeën en opdrachtgevers om gewoon metselwerk te maken, zoals bij die Zürichtoren. Dit is een voorbeeld van een project in New York, waarbij wat Maurice Nio van Nio Architecten uit Rotterdam gezien heeft. En die zegt, dat wil ik ook. Het is geweldig. Hier zie je het, daar rechts zie je een mock-up die wij hebben gemaakt. Dus wat wij gedaan hebben toen Maurice zei, kan dit?
Ik zeg, ja, dat kan. Ik zeg, dan moet je eerst zorgen bij je opdrachtgever dat je voldoende middelen hebt om dat uiteindelijk te kunnen maken. Dus zorg dat je voldoende budget hebt om dat te doen. Dat heeft hij gedaan, dat heeft hij gekregen. Ik zeg, dan gaan wij uiteindelijk een mock-up maken, die staat daar. Om uiteindelijk het metselwerk wat Maurice wil hebben bij het verzet in Almere, het winkelcentrum wat hij daar wil bouwen, om dat voor elkaar te krijgen. En het is nu zover dat het er dus in zit. Nou, die kennis die stoppen wij dus ook in projecten. Nou, ik heb even een paar minuutjes gepakt. Ik hoop dat je een beetje een beeld hebt van wat wij hier doen en hoe ik werk en wie ik ben. Voor de rest geef ik de avond graag aan de Brabant Academie aan het discussiëren over de spoorzone. Als iemand straks nog iets wil weten van mij, ik loop graag even met jullie rond in de bouwhoek achter en ik sta jullie ook graag nog even te woord. Bedankt voor je aandacht. Even. Oeh, knal. Ik moet even een paar woorden van mijn kant uit om iets te vertellen over de Brabant Academy. Eigenlijk ook de context van deze bijeenkomst. En ook wat we eigenlijk de komend jaar willen doen, namelijk in 2012. Kortom, in eerste instantie hartelijk welkom namens de Brabant Academy en de architectuurcentra. Op deze, en nou, dat hebben jullie net al gehoord, toch best een heel bijzondere locatie. Ik heb het even opgeschreven om met name te voldoen aan Enna's wens, vooral niet te veel uit te wijden, want anders dan gaat het helemaal fout. Oké. Vanaf onze oprichting, mensen, in januari 2009, werken wij eigenlijk aan nieuwe vormen van de inhoud van de kunst van het samenleven. Nou, als ik die kreet zeg, dan heeft iedereen al de associatie met de culturele hoofdstad 2018. En ook daar sluiten wij ons eigenlijk bij aan. Daarbij staan eigenlijk onze doelstellingen gewoon centraal. Dat is namelijk kennis ontwikkelen, kennis verbinden en kennis delen. Onze samenleving, en ik denk dat jullie daar allemaal ook aan de lijve wel ondervinden, die kent eigenlijk de laatste decennia een ongekende dynamiek met grote culturele, maatschappelijke, economische, culturele en ruimtelijke veranderingen, maar ook hele grote problemen. En gevestigde structuren, zoals we allemaal om ons heen kennen, die blijken hierop niet altijd even adequaat te kunnen reageren. En eigenlijk zoeken we met elkaar toch de laatste tijd wel naar nieuwe wegen en nieuwe allianties. Omdat de benadering daarin toch meestal wel top-down is, komen die veranderingsprocessen maar heel moeizaam tot stand. En misschien mag ik dat woord dan wel even gebruiken. Die old boys network werkt daarin soms eerder belemmerend dan dat het stimuleert. Als Brabant Academy kiezen wij voor nieuwe routes en nieuwe benaderingen. Bottom-up brengen wij nieuwe allianties tot stand door onverkende paden te bewandelen en verrassende ontmoetingen te initiëren in projecten, gesprekken, dialogen en debatten en ook in zo'n avond als hier. Wij slaan bruggen tussen ideeën, concepten, beleid, plannen en uitvoering en slopen schotten en barrières tussen disciplines, beleid of tussen disciplines, wetenschap, kunst en ambacht. Bij ieder initiatief stellen wij één heel belangrijke voorwaarde, namelijk dat er zowel studenten als jongere en oude generaties bij betrokken zijn om van elkaar te leren, te enthousiasmeren, elkaar te inspireren en met elkaar ook de grenzen te verleggen. Zo ook vanavond. Onze oprichting, even voor jullie beeld, was een voortzetting van verschillende initiatieven en samenwerkingsverbanden in Eindhoven. Wij brengen dus in onze constructie de wereld van overheid, onderwijsinstellingen en ondernemers eigenlijk bij elkaar. Wij werken in het brede veld van ruimtelijke ordening, landschap, architectuur, stedenbouw en design. En in alle opgaven staat de maatschappelijke context voor ons centraal. En daarmee eigenlijk dus die samenhang tussen de culturele, maatschappelijke, economische en ruimtelijke ontwikkelingen. Met onze Founding Fathers, en ik ga toch even wat namen noemen, omdat wij hun natuurlijk ook heel erg veel dank verschuldigd zijn. De gemeente Eindhoven, DHV, INBO, Bureau 5 en RBI, hebben wij in 2009 de koers uitgezet voor een uitbreiding naar het provinciale niveau. Zij maakten onze doorstad, tussen aanhalingstekens, mogelijk. En in 2010 werden wij dan op het provinciehuis welkom geheten door Wim van der Donk, de commissaris van de Koningin, die ons een warm hart toedraagt en zo mochten we dat ook dit jaar weer merken. Ook mochten wij dit jaar meerdere vrienden welkom heten, die met ons, die onze eigen gedachtegoed en onze ideeën ontzettend aanhangen, maar die hebben dat ook financieel ondersteund.
En zonder hen geen Brabant Academy, moet ik eerlijk zeggen. En daarom ook hele grote dank aan Kopwebadvies, in de persoon van Erna van Holland. Jullie zullen daar vanavond meer tegenkomen. Jan Metz van Liemte Sloopbedrijven, van Aken Architecten, de RO-groep, Woonbedrijf, Van Duinhoven, Vastgoedcommunicatie, Futura, SRE, de Smulders Interieurgroep en de gemeente Eindhoven, waarvan in de persoon aanwezig is Kees Donkers, die jullie vanavond ook nog zullen horen. Komend jaar, nu ga ik even naar de toekomst kijken, komend jaar willen wij onze provinciale positie versterken en onze ambities uitbouwen. Daarvoor hebben we met medewerking van Mark Laudemans, een ambitieus project ingediend voor 2018 Brabant Culturele Hoofdstad. In het verlengde daarvan praten we binnenkort hierover met de provincie en Brabantstad en koppelen we dit aan onze samenwerking met de vier architectuurcentra in Brabant. Dit mini-event is een voorzetting van ons initiatief eind 2010 om ieder jaar drie events te organiseren binnen de provincie. Twee mini-events, één in het voorjaar en één in het najaar. En ons hoofdevent blijft in het begin van de zomer staan. Met ons eerste mini-event begonnen we dit jaar in Eindhoven. En nu staan we dus hier in Tilburg. Volgend jaar in Den Bosch en Breda. En in 2013 in Helmond en Eindhoven. En het is wel heel lekker dat je dat zo als doelstelling zo kunt leggen. Want dan heb je ook echt iets om naartoe te werken. Wij zijn daar zeer enthousiast over. En graag bedank ik nu eigenlijk alle mensen die deze avond mogelijk hebben gemaakt. Zonder hun inzet en financiële bijdrage zaten wij hier nu niet. Bedankt, Harry. Je hebt net al even de aftrap gedaan met de presentatie van deze prachtige plek. Maar die heb je wel, en dat mag iedereen weten, voor, mag we zeggen, gratis ter beschikking gesteld. Ik mag Ad de Wolf bedanken. Hij is onze stadsvertegenwoordiger hier in Tilburg en heeft de algemene leiding van deze avond op zich genomen en daarmee ook de algemene leiding van de voorbereiding. Michael Bol van het, uit Den Bosch van het Brabants van het Bosch Architectuurinitiatief. Hij heeft namelijk gewoon ook de catering mogelijk gemaakt. En niet alleen door letterlijk hier de dingen neer te zetten, maar om ze ook te betalen. Bas van de Pol van Cast, die heeft vooral inhoudelijk en organisatorisch zijn bijdrage hieraan geleverd. Ik mag Inge bedanken, Inge van Duinhoven, die jullie tegenkwamen bij de tafel, omdat zij een belangrijke ondersteuning voor ons was in organisatorische en eigenlijk uitvoerende zin. Mark Hoeymans zag ik lopen, die staat daar van de Eindhovense school en die het fototoestel hanteert vanavond. Simone van Wijk, onze grafische vormgeefster. En daar kom ik aan het eind van deze avond nog even op terug. En Mark van den Berg, die hier eigenlijk de registratie van deze avond verzorgt. U weet, deze avond wordt live uitgezonden via webcast. Moest ik nadrukkelijk van hem nog even melden. Dat was even toch een belangrijk lijstje, omdat al deze mensen voor ons de dragers zijn over het werk wat wij doen. En ik wens jullie gewoon een hele inspirerende avond toe. Maar ik kom graag aan het eind toch nog even terug met een verrassing. Een hele prettige avond. Geweldig dat jullie in zo'n grote getale aanwezig zijn. Marnix, misschien handig als jij vast de presentatie opzet, dan ga ik als... Ik heb begrepen dat ik spelleidster ben vanavond, dus dan weten jullie wat mijn rol is. Bewaker van de tijd en ook om te zorgen dat we kop en staart aan de bijeenkomst krijgen. Waarin we jullie gaan meenemen? Een tweetal zaken vanuit spoorzone. We hebben spoorzone als ruimte benaderd en spoorzone als podium. Bij de beide onderwerpen hebben we presentaties en sprekers. Die worden vervolgens gevolgd door een gespreksleider die met een aantal mensen deze mensen nog verder gaat bevragen. En zo hopen we jullie eigenlijk door de spoorzone en de opgaves die daar liggen mee te nemen. Ik ga zorgen dat ik kort aan het woord ben, want anders dan loopt het programma wel heel erg snel vol. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus ik ga naar voren roepen Marnix Scholman, die is student aan het AAS, dus de Academie voor Architectuur en Stedenbouw. En die gaat over de stadcampus jullie het een en ander laten zien en vertellen. Marnix. Wim Dos. Ja.
Nou, goedenavond iedereen. Mijn naam is Marnix Scholman. Ik ben derdejaars student stedenbouw aan de Academie van Bouwkunst Tilburg. En ik heb begin van dit jaar 4 maanden gewerkt bij Barcode Architects. En met de groep hebben we een masterplan gemaakt voor de spoorzone Tilburg. Wat eigenlijk een uitwerking was van het masterplan wat de gemeente al heeft gemaakt met Kandekar. Even voor de helderheid, ja, ik denk dat iedereen wel weet waar de spoorzone in Tilburg ligt. Maar we hebben een gedeelte van de spoorzone hebben we aangepakt. Je ziet hier aangegeven het volledige gebied. En we hebben eigenlijk het gebied vanaf het station tot aan de westelijke kant hebben we aangepakt. En in dat plangebied, je kijkt vanuit het oosten in westelijke richting, zijn een aantal historische gebouwen te vinden. En even ter oriëntatie, hier is dus het Centraal Station met spoor. En die gebouwen, dat cultureel erfgoed, dat hebben we geïntegreerd in het plan. En eventjes de aantal elementen opnoemen die we geïntegreerd hebben. Hier is de lokhal, dus de plek waar de locomotieven werden opgetakeld en voor onderhoud zaten. Hier heb je het ketelhuis en de verensmederij. En hier aan de oostkant een stuk van de wagenmakerij. En hier ten zuiden, eigenlijk hier, ligt nog de koepelhal. Even een aantal foto's van om toch die sfeer van die oude gebouwen te tonen. En dus die uitstraling van het historisch erfgoed, dat hebben we ook getracht om te integreren in het plan. En even het programma bekijken. Er was een programma wat opgesteld was naar aanleiding van het plan van Kandekar, wat uitging van 245.000 vierkante meter. Hier zie je eigenlijk het gebied waar we het dan over hebben. En het plan wat wij hebben ontwikkeld met Barcode gaat eigenlijk uit van het rode gedeelte, dus eigenlijk de 3 blokken. Je ziet dat de verhouding anders wordt. Er is een grotere hoeveelheid cultuur en educatie in het plan, ten opzichte van het plan van Kandekar. Daardoor gaat het parkeernorm, over de norm niet, maar het aantal parkeerplaatsen gaat ook terug. En wat we interessant hebben, de verschillende afnemers van de vierkante meters hebben een bepaalde synergie. En die functionele synergie die hebben we in beeld gebracht. Wat betekent dat nou? De culturele instellingen en de Fontys hebben niet allemaal een eigen auditorium, een eigen plek nodig ter presentatie. We hebben niet allemaal hun eigen restaurant nodig. Dus we hebben gekeken naar wat die functionele synergie is. En wat zie je gebeuren? Je ziet eigenlijk dat je qua programma kan je 13% terug. Dat is de ruimtewinst die wij gemaakt hebben in het plan. Het concept van het plan van Kandekar ging uit van eigenlijk een drietal blokken met juist de levendigheid aan de randen. En omdat het zo'n gesloten geheel is, is het bijna een soort monoliet in de stad. En wat hebben wij voorgesteld? Zorg er nou voor dat je een dwaalroute krijgt door de 3 blokken. Daar een hele intieme binnenwereld van maken. En juist het stuk waar het spoor ligt, om dat juist meer een logistieke functie te houden. En voor de rest hebben we ook nagedacht over hoe we het plan eigenlijk kunnen aantakken aan de rest van Tilburg. Dus we hebben nagedacht over nieuwe verbindingen van noord naar zuid, die eigenlijk het noorden van het spoor weer verbindt via dit plangebied met het centrum van Tilburg. Nou, dit is een beeld van het masterplan. En je ziet hierin geïntegreerd de historische gebouwen. Dus hier zie je de koepelhal, de wagenmakerij als onderdeel. Dit is eigenlijk één plot geworden in het gebied. Het tweede plot is dit gedeelte met hier zie je nog een stukje van de houtzagerij daarin. Net achter dit gebouw is de verensmederij gelegen. En dan hebben we hier een derde blok waarin hier zie je de 2 lokhallen die dus onderdeel zijn geworden van dat grote blok. Er ontstaat door dit blok via het middengedeelte, via deze binnenwereld richting de koepelhal, ontstaat er een dwaalwereld. En vanaf dit punt ga je via met een soort ramp omhoog. Je loopt door de gebouwen, het wordt een openbare route. Dus je steekt dwars door de lokhal. En je komt aan bij deze intieme binnenplek. Ja, en je vervolgt je route eigenlijk in oostelijke richting. Hier zie je nog een bovenaanzicht van het masterplan. En ik wil eigenlijk het plan even heel kort gaan ontleden. Dus je ziet hier dus de 3 delen rond de lokhal, rond de verensmederij en rond de wagenmakerij. En hier is dus die route
door het gebied. Dus je ziet eigenlijk een route langs een aantal plekken, langs een aantal patio's, langs een binnenwerelden. Te beginnen met het blok van de lokhal. Dus hier zie je de lokhal. En je krijgt hier de verbinding, de openbare verbinding die hier omhoog gaat. Je gaat eigenlijk via een aantal ruimtes, dus hier via een binnenplek. Je kijkt naar beneden op de groene patio. Je loopt door. Je kijkt naar beneden in de lobby van de bibliotheek en van de Fontes Hogescholen. En wat wel heel aardig is, we hebben de zuidkant van die lokhallen hebben we juist heel specifiek benut om daar in te parkeren. Dus op het moment dat je met je auto het gebouw binnenkomt, voel je meteen al de ervaring van het historisch erfgoed. Nou, en voor de rest loop je dan door, heb je hier nog een bepaalde ruimte en vervolg je reis eigenlijk naar het volgende blok. Hier is nog eventjes een dwarsdoorsnede. Dus je ziet hier dus de ramp die omhoog gaat. Hier de openbare route dus die door de lokhal heen steekt. En in de lokhal wordt een constructie gemaakt die dus de woontoren daarbovenop kan dragen. Naar het middengedeelte. Je ziet hier dus de veren smederij en de houtzagerij. Je komt hier dus vanuit het blok met de lokhal weer in een andere ruimte. Dus de twee historische gebouwen die staan echt centraal in die ruimte. Allerlei levendige functies zitten hier in de plint. Die zorgen voor een levendige binnenwereld. En je gaat eigenlijk via een volgende route, dwaal je weer door. Hier zie je het theater, wat ook zichtbaar is vanaf het maaiveld. En ja, alle functies die synergie hebben, die zitten hier in dit plan opgenomen. Nog even een dwarsdoorsnede. Dus je ziet hier de Verensmederij. En je kijkt hier ook op het centrale theater voor de hele campus. Naar het laatste gedeelte. Dus je komt hier weer aan. Je gaat hier eigenlijk de wagenmakerij in. Ook wel weer een openbare route die ook weer via een aantal ruimtes gaat. Dus via een patioruimte, via nog een patioruimte. Ga je eigenlijk door tot in de koepelhal die hier is gelegen. En de koepelhal is de plek, eigenlijk een prachtig gebouw waar allerlei tentoonstellingen, ruimtes voor de campus gehouden kan worden. En nog eventjes in een dwarsdoorsnede ziet er als volgt uit. Je ziet hier dus het sheddakenlandschap van de wagenmakerij. Daarbovenop zweeft eigenlijk het gebouw van de Fontes. En wat wel heel aardig is, je kan met een roltrap kan je vanaf Maaiveld richting de Fontes. Je hebt net eventjes een moment dat je boven de sheddaken uitkomt. Dus je ervaart even heel kort dat historisch erfgoed voordat je weer in een totaal andere functie komt. Nou, om even af te sluiten. Ik heb even getracht in 7 minuten een sfeer weg te zetten van hoe het masterplan er eventueel uit zou kunnen zien. Dit is een beeld van dus die intieme binnenwereld. Met dus allerlei levendige functies op de binnenplek. Je ziet hier dus de houtzagerij en de verensmederij. En op zich denk ik dat een dergelijk plan een enorme meerwaarde voor Tilburg zou kunnen zijn. Dus een stadscampus met allerlei cultuur- en onderwijsgerelateerde functies, woonfuncties. En op zich denk ik een hele grote een kans voor Tilburg. Dankjewel. Marnix, hartstikke bedankt. Ik word er heel enthousiast van. Een gebied dat volgens mij heel lang afgesloten is geweest en waar je helemaal niet kan komen. En zometeen helemaal fijn dooraderd. Snel door naar onze volgende sprekers. Twee dames met een prachtige titel Tussentijds ontwaken. En ruimtelijke tijdelijkheid. Een hele andere manier om naar dit soort opgaven te kijken. Dus ik wil graag Anna naar voren roepen en Zine. Ik zou willen voorstellen dat je jezelf even voorstelt en dan direct van start gaat. Ja, oké. Dankjewel. Ik zal mezelf voorstellen. Ik ben Zineb Segrousny en Anne Segers is dit. We hebben samen bouwkunde gestudeerd aan de TU in Eindhoven en daar kennen we al heel veel mensen van in deze zaal. En samen zijn we inderdaad Studio Papaver. Wat wij nu gaan laten zien is work in progress. Dus het is echt een momentopname. En de aanleiding van dit onderzoek is onze eigen fascinatie voor een alternatieve soort stedenbouw. En de open oproep van het Simuleringsfonds voor Architectuur voor de volgende generatie stedenbouw. En het ontwerpend onderzoek is mogelijk gemaakt door het Simuleringsfonds voor Architectuur, de gemeente Tilburg
en de provincie Noord-Brabant. Wil jij even drukken als ik praat? Oké. We zullen even kort zeggen hoe die fascinatie die we hebben, die is dus voor ruimtes die horen bij de officieuze stad. En het zijn plekken die in de schaduw staan van de officiële stad. Dus meestal buiten de schijnwerpers van beleidsmakers en gemeentes en soms ook buiten het blikveld van bewoners. En we gebruiken de papaverbloem als metafoor. Het is de klaproos die zich kenmerkt door de voorliefde voor terreinen waar ogenschijnlijk niets gebeurt. En in een korte tijd kan het een ander blikveld en een andere betekenis geven voor zo'n plek. En het staat bekend om haar ongekende kiemkracht. Dus dat vinden wij heel inspirerend. Nou, deze min of meer onzichtbare ruimtes die tot de officieuze stad horen, die bieden ruimte voor pioniergebruik, natuurlijke selectie en improvisatie. En volgens ons zijn dit soort plekken geen ad hoc incidenten, maar zijn het een stedelijk fenomeen. Ze zijn onderdeel van de stedelijke realiteit en structuur. En in masterplannen is veelal alleen maar een betekenis weggelegd in de nieuwe toekomst, in plaats van de tussentijd of alsof de tussentijd er niet toe doet. Nou, en volgens ons kun je dit soort plekken inzetten voor die alternatieve, meer sensitieve, langzamere stedenbouw. Een stedelijke ontwikkeling die van binnenuit gaat en zowel op lokaal als boven lokaal niveau dat met elkaar verbindt. En daarbij voorziet in een, wat we noemen een stedelijke urgentie of een latente vraag. En die twee die komen bovendrijven wanneer je eerst heel goed kijkt naar wat er al gebeurt en welke betekenis deze plekken innemen. En dan blijkt waar je ze voor kunt gaan inzetten en waar ze aan kunnen bijdragen. Dat kan aan de ene kant zijn hechting tussen bestaand en nieuw, of juist om bij te dragen aan sociale cohesie of bewustwording van bepaalde kwaliteiten. Nou, met tussentijds ontwaken werken we aan deze houding en methodiek binnen de stedenbouw en gebruiken we de Tilburgse spoorzone als een exemplarische case study. Zoals al eerder is gezegd, is een plek die voor lange tijd ontoegankelijk is geweest. En wat ons opvalt is de grove stippenlijn, dat is de toekomstige, het grensgebied van de nieuwe plannen en de nieuwe spoorzone. En de wat fijnere stippenlijn zijn de huidige begrenzingen. En we vonden het frappant dat die grenslijn zo strak getrokken is, terwijl die volgens ons in werkelijkheid rafeliger is. Helemaal als je de aanloopfase meeneemt naar de nieuwe plannen. Nou, geïnspireerd ook door een project van KAST, het architectuurcentrum van Tilburg, die bewoners in Tilburg heeft opgeroepen om foto's in te sturen van scheurplekken in hun stad, bleek dat de hoogste dichtheid scheurplekken rondom de spoorzone lag. Nou, dat hebben wij opgepikt en eigenlijk de spoorzone bijna als de grootste scheur gezien. En dit was een eerste inventarisatie van plekken die daar liggen. En ze hebben allemaal een eigen status en ritme van braakligging. En daar gaan wij ook mee aan de slag. Nou, en dit is gewoon een impressie van hoe die plekken erbij liggen. Dit is eentje dicht bij de onderdoorgang naar de gasthuisring. En hoe komt de volgende? Oh, zo. Die is nu tijdelijk ingevuld, in ieder geval ingevuld als, als skateplek. En dit is er één, noemen we de Missing Link, ook aan de gasthuisring en bij een kruispunt waar veel verkeer en mensen langslopen. Ze hebben allemaal zo hun eigen verhaal, maar we wilden dit alleen maar even laten zien om een indruk te geven. Het gaat vet langzaam. Oh, daarop. Oké. Goed. Nou, wat we gaan doen is inzoomen op die plekken en het krachtenveld van zo'n plek in kaart brengen. En laten zien
hoe ze erbij liggen in die sluimerstand. En dat doen we door een dubbele operatie. Dus een analyse van buitenaf, morfologisch onderzoek en historisch onderzoek en statistieken, maar ook intensief veldwerk, dus van binnenuit, om die latente behoeften naar boven te krijgen. Maar dat doen we allemaal niet zelf. We werken ook samen met andere disciplines, zoals een sociaal geograaf, die is nu druk aan de slag. En later zullen we ook met of een fotograaf, een ecoloog of een jurist samen gaan werken. Zoals Sinep al zei, hebben wij met dat onderzoek, een deel die latente behoeften proberen te achterhalen. En volgens ons is dat in het Tilburg-geval is die vraag de hechting tussen de nieuwe spoorzone en de bestaande stad. En hoe dat vorm kan krijgen en dat die tussentijdse plekken daar een rol in kunnen spelen. En die tussentijdse plekken die zijn er, dus ze hebben een soort incubatietijd die er is. En ook de spoorzone en de ontwikkelingen daarvan, de doorlooptijd, die biedt ook daar ruimte voor. En wij hebben gekeken naar de plekken die daar liggen. De gele plekken, of ja, de geel-groene plekken, dat zijn de huidige gaten en scheurplekken die daar te vinden zijn. En de gestippelde plekken, dat zijn de toekomstige gaten. Wanneer het ontwikkelingsproces van de spoorzone verder vorm krijgt, zal er hier en daar gesloopt worden en zullen er dus nieuwe gaten vallen. En daarnaast hebben we een aantal ankerpunten benoemd. Dat zijn die grijze vlekken. En dat zijn eigenlijk programmatische dragers die een structuur kunnen opspannen om die hechting tussen bestaand en nieuw vorm te geven. De volgende. Die secundaire structuur, zoals we dat dan noemen, dat is eigenlijk een soort stedelijke structuur die over de gewone stad heen gelegd wordt. En die dus die hechting bewerkstelligt. En wij hebben dus gekeken van welke ankerpunten in die bestaande stad kunnen nou sterk genoeg zijn om dat te dragen. En welke gaten kunnen daar dan een rol in spelen om die structuur op te spannen. Blijkt dus dat je een soort basisstructuur krijgt, wat dit verbeeld, waarbij dus een aantal plekken uit die verzameling gaten die we gevonden hebben, die laten we oplichten. Die gaan we activeren, waardoor ze met hun invloedssfeer, dat is dat grijze, waardoor die invloedssferen eigenlijk in elkaar gaan overlopen en waardoor er een soort die stedelijke structuur ontstaat, waarmee dat die hechting tussen die ankerpunten en die braakliggende terreinen kan ontstaan. En op bijzondere momenten wordt er dus wordt die structuur dus aangevuld met een aantal aanvullende gaten die opgelicht worden door ons. En dan is die structuur voor een moment even wat groter. Maar het is allemaal tijdelijk gebruik in die tussentijd wanneer dat voorhanden is. Om die hechtingsstructuur te doen ontstaan, willen we dus die plekken gaan activeren. En we doen dat met een activeringsplan. En zo'n activeringsplan leunt op drie poten. Enerzijds zal er een ruimtelijke ingreep komen om die invloedssfeer van die plek te vergroten en krachtig genoeg te maken om aan te kunnen haken bij die ankerpunten. Het tweede poot is programma. Er moet iets gebeuren waardoor die plek betekenis krijgt. En een derde is dat het aanhaakt bij lokale samenwerkingsverbanden. Zodat het is niet zozeer dat het voorstel wat wij doen, dat we dat als een soort expert voorstellen en zeggen van nou, dit moeten jullie doen. Maar het moet echt gedragen worden door door het lokale krachtenveld wat wij daar vinden. En wat we dus in dat onderzoek ook naar boven halen. En daarbij bekijken we ook de juridische en financiële aspecten om dat zo goed als af op te leveren. En de resultaten van dit ontwerp met onderzoek, waarbij we nu ongeveer op de helft zijn, wordt gepresenteerd in een online gids op onze website. En daar is ook het tussentijdse proces te volgen. En dus we doen daar ook een oproep aan bewoners voor een lokale werkgroep. We doen daar een logboek van alle bezoeken die we er doen. De output van de sociaal geograaf komt daarop. Dus dat soort dingen kunnen we hier allemaal vinden. En uiteindelijk is de bedoeling dus dat die secundaire structuur, die hechtingsstructuur die we hopen daaruit op te maken, dat we die ook hier presenteren en dat voet aan de grond krijgt. Dat is wat we hopen. We geven ze maar heel korte tijd, maar we gaan ze nog bevragen. Ik vraag Mark. Mark is Mark Glaudemans,
lector stedelijke strategieën, heet het bij Fontys. Zal daarbij gespreksleider zijn. Hij wordt nog mede ondersteund. We hebben gevraagd of Sonja van Beeken ook nog mee achter de tafel wil. Marnix graag aan tafel, achter de tafel. En Simon Dona van NO Zuidema. Aan Mark, die mag dit prachtige concert van mensen gaan bevragen. Ik heb weinig tijd, dus ik ruk de microfoon uit je hand. Dankjewel. Toch even kort. Ik geef leiding aan de academie waar Marnix studeert. En daarvoor gaf ik les in Eindhoven, en waar ik Sinep en Anne heb mogen begeleiden. Als lector ben ik geïnteresseerd in het ontwikkelen van stedelijke strategieën voor transformatieopgaven. En hele zichtbare transformatieopgaven, dat zijn transformaties van industriële assemblage in de stad. Dat kunnen havens zijn, dat kunnen fabrieksterreinen zijn. En dat kunnen dus ook spoorzones zijn. Hele ingewikkelde opgaven, grote gebieden, complexe grondeigendommen, vervuilde grond, industriële relicten die daar staan. En die gebieden zijn vaak geen onderdeel van de mental map van de stad, omdat ze ontoegankelijk waren gedurende generaties. Ik denk dat beide verhalen op hun verschillende manier ook een strategie zijn. Meer dan alleen maar een set van beelden. Hè? Dus een strategie om te gaan met die transformatie. Ik wil ook voorstellen om het daar vooral over te hebben. Maar ik denk dat het goed is om te beginnen met de twee gasten die we vanavond hebben. Professionals, hoofdstedenbouw in Den Bosch. En een partner van NO Zuidema Stedenbouw in Rotterdam, meen ik. Hè? Zeg maar, gewoon te reageren op deze twee strategieën. Van hoe verhoudt zich dit tot de dagelijkse praktijk? Ja, ik zal reageren een beetje in de volgorde van de presentatie. Of wil je liever dat ik gewoon eerst één doe en dat jij dan daarna... Maar goed, bij de eerste presentatie bij Marnix vond ik het bijzondere van het verhaal dat het heel tastbaar gemaakt is wat je zou kunnen doen. Dat je ook gewoon bij wijze van spreken vierkante meters kan tellen. Want daar is natuurlijk toch ontzettend veel behoefte aan om een beetje te voelen van wat voor potentie heeft zo'n gebied nou. Dus heel tastbaar, heel erg goed om te rekenen. Ik vind het ook heel erg leuk om te zien dat je wat je laat zien, dat je die mix van oud en nieuw, hoe je dat gewoon echt fysiek vertaalt. Ik had wel stedenbouwkundig gezien een opmerking. Je kiest heel bewust voor van buiten naar binnen. En aan de ene kant zeg je eigenlijk van plan wat er lag. En het is heel erg gericht aan de buitenkant. En wat nu voor ligt heel erg aan de binnenkant. Maar ik heb wel zelf zoiets van, voor wie is dat dan precies? Dat voor de voetganger? En hoe ga je in de tijdelijkheid om met dat soort dingen? Omdat juist die hele spoorzone moet ook in de stad zo'n plek verwerven. En als je met de auto of de fiets of voetganger het gebied benadert, is het natuurlijk ook heel goed om aan de randen al wat levendigheid te zien. En waar we in Nederland heel erg mee zitten, is dat we eigenlijk, nou, ik ben ook zelf van huis uit stedenbouw, op elke hoek wil je iets leuks, levendigs, een leuk atelier, zo'n zaal als deze. En je kunt eigenlijk niet overal het leuk en levendig hebben. Dus dat vind ik een beetje een dilemma. Als je alles kiest voor intern, hoe worden dan de randen beleefbaar, zal ik maar zeggen. Dat vond ik, dat was mijn enigste echte kritiekpuntje of vraagpuntje, zo kan ik het beter zeggen, over het eerste plan. Zullen we Marnix daar toch wel meteen op laten reageren? Dan hebben we ja, absoluut. Ik moet zeggen, ik ben al één ding eigenlijk ook bij het masterplan vergeten te vertellen. Maar er komt een aanhaking van de Willem II-straat. Ik weet niet of iedereen de straat goed kent. Maar er wordt in ieder geval een nieuwe verbinding gelegd van de Willem II-straat uit het centrum in noordelijke richting. Er is de zuidkant van de drie grote blokken die aan het spoor liggen. En daar is heel specifiek voor gekozen van laten we daar dan een logistieke functie aan geven. Dus ook daar worden ook de entrees van de parkeergarage gelegd. En daar worden ook de verschillende aanleveringen wordt daar gedaan. En er is inderdaad wel heel specifiek die keus gemaakt. Maar het is door de aanhaking van de Willem II-straat op de noordkant van Tilburg en ook door het dwaalmilieu, wat ook doorloopt tot aan de Bestedring, is er ook wel een plek gecreëerd, in ieder geval getracht te creëren, die echt ook iets is voor de Tilburgers. Dus ook niet alleen voor de plek zelf. Stedenbouwers praten natuurlijk vaak alsof het er al is. Hè? Dus zo van, we hebben dat en dat en dat. En het is interessant dat jullie project vooral over gaat van, nou, het is er nog lang niet. En misschien moet je eerst heel veel doen om überhaupt de condities te creëren, zodat mensen daar een kop koffie willen gaan drinken en iets willen gaan doen.
Enno, kun jij als stedenbouwer iets met dit soort strategieën die eigenlijk weinig met ontwerpen te maken hebben, maar meer met het creëren van condities, zodat er dingen wellicht kunnen gaan ontstaan? Ik wil graag even reageren op het plan. Ik vind het een fantastisch mooi plan, heel mooi gepresenteerd. Heel mooi verbeeld ook. Het is echt, ja, als je het vertelt, je probeert er eigenlijk al doorheen te lopen, hè, als je het zo als toeschouwer hoort. Waar ik me vooral op richt altijd in onze plannen, is wat voor positie zo'n plek heeft in de stad. En daarin vind ik je voorstel heel erg, nou, bijna heel erg architectonisch, zeg maar, aangevat. En ik ben heel erg benieuwd wat nou de betekenis van deze plek wordt in de stad en hoe je dat in zo'n, ja, waar dat in dat gebied tot uiting komt. Er zitten een aantal hele mooie vondsten in, denk ik, hè, hoe je met relicten omgaat. Maar het is allemaal heel erg ruimtelijk. Wat jullie vertellen gaat heel erg over betekenis van plekken en hoe je hecht. En niet alleen ruimtelijk, maar ook sociaal en hoe je dat voelbaar maakt. En ja, bij jouw plan ben ik daar dan heel nieuwsgierig naar. Hè. Dan op het eind vertel je dat identiteit heel belangrijk is, hè, en dat je een intieme wereld wil bereiken. Een binnenwereld wil bereiken. En ik vraag me dan af, hè, waarom? Hè? Wat is dan het doel van die binnenwereld? En waarom is dat voor deze plek het beste? En ik ben eigenlijk altijd op zoek naar een verhaal waar je eigenlijk vanuit zo'n aanvliegroute eigenlijk naar zo'n uitwerking gaat. En ik zou dat graag nog wel aan je willen vragen. Hè? Wat voor betekenis krijgt dit ontwerp, hè, voor de stad? Hè? Wat is de bijdrage van deze plek in de toekomst van Tilburg? Niet alleen de fontes, maar ook de centrale bibliotheek zal hier een functie krijgen. Geloof ik een zestal culturele instellingen. Die zullen hier ook gebundeld worden. Dus niet alleen dat de student daar straks aan de fontes studeert, maar de Tilburger komt daar ook zijn cultuur meemaken. Er komen ook geleerde zaken als gewoon een goede koffiebar, et cetera. Maar ik moet inderdaad wel je wel gedeeltelijk gelijk geven. Het is ook het verhaal wat vanavond is verteld, is heel erg op de plek gericht en heel erg op de intieme binnenwereld. En ja, ik kan misschien bij een volgend verhaal wat meer over de positie in de stad vertellen. Een hele interessante vertaalslag van het plan wat er nu ligt. Wat al helemaal afgesloten was, zeg maar. Dus in dat licht. Nou, en wat wel interessant is, denk ik, dat wat ook de en misschien is het interessant als we tijd hebben, heel kort even bij Den Bosch ook stilstaan. De manier waarop het ontstaan is. Hè, want het eerste masterplan is eigenlijk ontstaan vanuit een vraag van de gemeente en een projectontwikkelaar en een tender. En er is een soort van blueprint gemaakt zonder gebruikers. Hè? En het tweede plan is eigenlijk ontwikkeld door de gebruikers zelf. En de gemeente is pas zelfs halverwege aangeschoven. Dus het is bijna een paradigmaverschuiving. De gebruikers hebben zichzelf verenigd en hebben een alliantie gesloten om van wat zouden wij met elkaar willen doen? En hoe kunnen we stad maken op een plek waar we denken dat wij onze activiteiten het beste kunnen organiseren. Ik denk dat de spoorzone Den Bosch onder een heel andere gesternte is ontstaan. He, dus in een tijd van eigenlijk veel vraag en waar een redelijk consistente proces is geweest. Dat gaat hier in Tilburg natuurlijk niet lukken. Het is nog niet begonnen, maar de seinen staan niet bepaald op groen. He, voor het eerste, maar ook voor het tweede masterplan niet. Dus in die zin is jullie strategie waarschijnlijk tussentijds kon wel eens best wel lang worden. Maar misschien even een reactie als stedenbouw hoe jullie het in Den Bosch hebben gedaan. Is al veel verder. Zou je het weer zo doen? Ik denk dat je daar nooit ja op kan zeggen. De conditie is nu volkomen anders. Maar goed, dat hoef ik jullie niet te vertellen. Wat het bijzondere toen was in Den Bosch, toen kwamen allerlei dingen bij elkaar. Dat aan de ene kant de spoorwegen wilden investeren in de uitbreiding van station. Een stationsgebouw verouderd was. En er perrons bijgebouwd moesten worden. In tweede instantie was er één uitgeverij, Malmberg, die iets wilde. En in derde instantie was er één marktpartij die wilde investeren. Dat was een beetje het begin van een PPS voor Paleis Fortuyr. En ik heb nog meegemaakt in die tijd
was er zelf eigenlijk in de stad en bestuur en de bevolking ook nog niet zo heel veel geloof. En we hebben toen moeten praten als brugman om Paleis van Justitie hier naartoe te krijgen. Hier, ik bedoel even in Den Bosch, naartoe te krijgen. En dat had bijvoorbeeld te maken dat dat gebied, wat toen nog achter het spoor heette, waar we nu echt bewust de westkant van het spoor willen noemen, daar werd gewoon getippeld op de parallelweg naar waar het Paleis van Justitie helemaal niet zitten. Dus dat soort dingen hebben een rol gespeeld in ook de moeite die we toen gehad hebben om het voor elkaar te krijgen. En wat ik toen vond, wat het geluk was, was aan de ene kant een bestuurder die er heel erg voor ging, wethouder ruimtelijke ordening, heb je toch heel erg nodig. En aan de andere kant dat er een partij was die wilde investeren. En toen op een gegeven moment hebben we eigenlijk heel snel met elkaar een plan gemaakt wat eigenlijk veel te gedetailleerd was. Waar een architect gelijk al, en dat lijkt een beetje op de tekeningen die jullie hebben, heel snel laat zien van wat is het nou? Zonder de pretentie te hebben dat het zo precies moet worden. Eigenlijk een soort nieuw urban design was dat. En dat heeft heel goed gewerkt om, ja, mensen een beetje gevoel te geven, God, kan hier ook leuk worden. Het is niet een groot bedrijvenpark aan de westkant van het station, maar het kan echt een beetje binnenstad worden. Maar ik wil daar dan wel op reageren, maar daar heb ik misschien de kans nog niet voor. Ja. Het momentum is heel belangrijk. Het momentum is nu heel anders. Dus waarschijnlijk is er veel langer tijd om plek te maken, placemaking. Ik wilde jullie nog vragen of jullie in dit gebied al een project hebben gestart waar je iets kunt vertellen over hoe je dat nou doet. Zeker in zo'n gebied waar de gemiddelde bewoner eigenlijk niet echt een gevoel bij heeft. Want daar liggen niet heel veel geschiedenissen, misschien van een aantal werknemers. Maar hoe doe je dat? Hoe maak je een plek bijzonder als ontwerpers? Hoe begeleid je zo'n traject? Waar wij in geloven is dat als je goed kijkt, heeft elke plek betekenis. Maar voor dat goede kijken moet je echt de tijd nemen. En je moet ook niet denken dat jij als ontwerper dat in je eentje kan. En dus daardoor, door die samenwerking ook met disciplines die daar veel beter in getraind zijn dan wij, om goed te kijken, om die verhalen van die plek te achterhalen, om met bewoners te praten en dus om zo dat krachtenveld in kaart te brengen, dat is denk ik wel een voorwaarde om dat soort plekken te maken. Wat is jullie toegevoegde waarde dan? Als je zegt, anderen kunnen veel beter kijken. En wat doen jullie om het toch te laten slagen? Volgens mij beginnen we met de opdracht te geven dat er goed moet worden gekeken. Het is niet dat daar nou de sociaal geograaf die wij gevraagd hebben daar al gelogeerd heeft en geobserveerd heeft. Dus volgens mij is de meerwaarde van, je bedoelt van ons als stedenbouwkundigen. Ja, het feit dat je ziet dat er toch wel een soort van blauwdrukplan ligt, wat heel ambitieus is, maar toch iets over het hoofd ziet. En dat is de hechting van de bestaande stad en die koude grenslijn. Dus volgens mij is het de kracht van dat je die urgentie ziet van ja, een soort missing link tussen de plannen en wat er nu is. En dan die opdracht geeft om te gaan kijken. En op een gegeven moment gaan wij volgens ons ook wel ontwerpen. Maar dan uitvergroten wat er nu al gebeurt of wat er nu gewild wordt. Dus je hoeft het niet ineens te bedenken, volgens mij. En wat voor soort, wie is jullie opdrachtgever? Feitelijk en gevoelsmatig, want je hebt een aantal sponsoren. Maar voor wie doe je dit? Voor onszelf. Ja, dat is een heel eerlijk antwoord. Ja. We hebben dus de open oproep stedenbouw gehad van het Stimuleringsfonds voor Architectuur. Met een soort vraag van, het gaat nu zoals het gaat, maar er lijkt behoefte aan een andere visie op het vak. En iedereen kon een idee inzenden van, nou, wij zouden dat zo anders doen. En wij hebben ook een idee ingezonden, dus deze casus. En dat is gehonoreerd gekregen. En toen hebben we dus ook de gemeente en de provincie benaderd of zij ook wilden bijdragen aan dit project. Ik wil ook wel aan toevoegen dat we doen het voor onszelf en we zeggen we willen die attitude in de stedenbouw verder brengen of zo. Maar we merken ook dat heel veel mensen en instanties en partijen heel positief reageren en geïnteresseerd zijn, nieuwsgierig zijn. Dus ik heb wel het idee dat bijna iedereen met hetzelfde bezig wil of weet dat we er iets mee moeten, maar hoe is nog een soort van zoektocht. Dus in die zin doen we het voor heel veel mensen.
Er zijn natuurlijk heel veel gebieden in Nederland die nog om zo'n soort strategie vragen. Maar heel veel projecten liggen stil. Ik wilde jou vragen, Simon, als je toch betrokken wilt blijven als stedenbouwer bij dit soort opgaven, ook al gaat het langzamer en veranderen de allianties voortdurend, hoe ga je er als bureau mee om en welke strategieën zet je dan in? Want dat verandert denk ik ook jullie beroepspraktijk. Ja, dat klopt. Kernwoord daarin is betrokken. Betrokken blijven. In de zin van aandacht erbij blijven. Hè? Aandacht blijven geven. En niet opdracht geven om iemand te gaan laten kijken of een socioloog te gaan laten bedenken hoe het zit, maar zelf willen begrijpen. Ik werk veel in projecten waar ik dat ook wil begrijpen, hoe dat zit. En dan ga ik samen met een socioloog of een geograaf. Ja, en mijn product is ook niet om het meteen te ontwerpen, maar wel om het begrip te hebben van de plek. En dat wil ik wel direct klaar hebben, zeg maar, als mijn opdracht klaar is. Dan hoeft het ontwerp nog niet helemaal af te zijn. Hè. Dat kan niet, hè, want vaak lopen projecten heel lang, op heel lange termijn of zo. En dan er moet er nog van alles aan gebeuren. Maar je moet wel het kader neerleggen in het begin. En het begrip van de plek is dan het allerbelangrijkste. Hoe wij betrokken blijven. Je vraagt eigenlijk, hoe hou je je opdrachten? Dat is je vraag. Dat is de praktijk op dit moment. Hè. Om daar dus wel altijd stappen in te maken. Hè. En niet met kant-en-klare plannen te maken. Plannen te komen die alleen maar zo kunnen en niet anders. Hè. Dus er is altijd flexibiliteit in een plan. Zodat je altijd in gesprek kunt blijven met opdrachtgever en met potentiële klanten of gebruikers van zo'n plek en met de stad over hoe die plek verder moet. He, ons vak gaat over processen en niet over producten die je aflevert en dan stoppen. Ja, helder. Ja, Maddox, jij hebt een tijdje mee kunnen werken aan dat project. Het heeft natuurlijk een ongelofelijke dynamiek. Hè? Ik bedoel, per week liggen de kaarten anders. Wat gebeurt er voor jouw gevoel als in één keer een andere partij aanschuift of een partij wegvalt of een ander gebied moet worden ontwikkeld? Wat doe je dan als stedenbouwer? Specifiek in dit gebied? In dit gebied. De wijze hoe dit plan tot stand is gekomen is op zich wel bijzonder. Mark heeft het al enigszins aangeduid, maar er is in een soort van netwerk samenwerking. Tussen de fontes, tussen de bibliotheek, een aantal culturele instellingen. Barcode is daar een onderdeel van geworden. Is dit plan ontwikkeld? En het moment dat zeg maar een van de grote actoren zich uit een dergelijk project trekt, dan wordt het toch lastig om het uit te voeren. Want het plan is heel specifiek ook op de functies ontworpen. Dus er was een hele directe betrokkenheid van de functie. Er was steeds overleg, bilateraal of ook interactief. Het plan is heel specifiek op de functies ontworpen. Ja, ik zou ook graag nog even iets willen aanvullen, omdat ik het grappige vind van jullie verhaal. Het is heel erg kijken naar plekken die eigenlijk dreigen vergeten te worden. En op het moment dat je er weer studie van gaat maken, zijn het juist niet de vergeten plekken. Maar daarom zou ik me ook heel goed kunnen voorstellen, jij zei net al iets over die flexibiliteit. Dat is de opgave van de stedenbouw op dit moment. Je had ook inderdaad blauwdrukplannen, dat moet je inderdaad niet meer maken. Maar dat juist in de tussentijd, ook van een plan waar je een soort strategie voor hebt, dat juist in de kern van het plangebied juist die plekken zitten waar je na moet denken over hoe kan je daar tijdelijk mee omgaan. Je ziet allerlei experimenten, hè, dat er juist tijdelijk gebruikers komen die een soort trend zetten. Hè. Het is heel bekend, dat hele verhaal van de creatieve stedenbouw. Nou, iedereen wil het overal hebben, maar het is natuurlijk zo, als je dat heel actief inzet met lage huren, dat mensen er tijdelijk kunnen zitten en daardoor geloof in het gebied bevestigen met participatie van hopelijk bewoners en omgeving, dan krijg je langzamerhand die functieverandering in zo'n gebied. Dus dan kun je jullie inzet om naar de randen te kijken, zou dus ook voor het gebied intern kunnen juist die tijdelijkheid, want dit kunnen we nooit in één keer neerzetten. Dus dan zou ik het nog interessanter vinden. Ja, en dan denk ik dat we bijna een heel stuk regime vanavond.
Ja, een mooi voorbeeld daarvan, Mark. Ik heb afgelopen voorjaar gewerkt in Oostende. Aan een gebied achter het station, aan de overkant van de havenarm, een beetje achteraf. En ze hebben daar de term dansen op de dokken en een pint op de kaai geïntroduceerd. Hè, als een tijdelijke invulling van die plek. Nou, door eigenlijk een slogan die al aangeeft wat die functie is en wat het programma en wat de sfeer is. Nou, is eigenlijk met een tijdelijke functie een soort reclameslogan ontstaan voor dat hele gebied. Nou, dat vond ik een heel mooi voorbeeld van hoe je tijdelijke functie kunt inzetten als echt als placemaking voor zo'n plek. Ja, om even te reageren op binnen de spoorzone. We reageren ook op toekomstige gaten die er komen. Dus daarmee spannen we ook die nieuwe structuur op. Dus niet alleen maar wat er nu al ligt, maar wat ook bijvoorbeeld over 6 maanden gesloopt is en daar ineens een gat ligt. Of wellicht een leegstaand gebouw. Dus dat betrekken we er wel bij. En wat wij, omdat we er zo mee bezig zijn, wat we ook lastig vinden is dat je dus ineens overal van die broedplaatsen ziet opkomen. Alsof dat de oplossing is voor de boost voor een gebied wat in opkomst is. Dat niet altijd zomaar de juiste tool is. Dat je toch echt het sterker is om het te zoeken in de etniciteit van die plek zelf. Maar goed, dat is misschien een andere discussie. Spoorzone, want dat is natuurlijk ook niet echt een goede slogan. Maar misschien hebben we in de volgende serie lezingen komt daar misschien nog wel wat op. Erna, volgens mij moeten wij stoppen en gaan we door naar het volgende blok. Hartstikke bedankt allemaal. Jij ook, Mark, voor de gespreksleiding. Dank je wel. Van de spoorzone, en waar we dus een nieuw woord voor moeten verzinnen, dus ideeën zijn welkom. In plaats van alleen maar ruimtelijk te benaderen, gaan we het dus ook als een podium benaderen. Hans van Dorsen, kan die komen voor en zijn presentatie houden? Hans van Dorsen. Sorry. Ja, sorry, je hebt helemaal gelijk. Ik moet op direct onder de vouw kijken. Maar Dennis heeft het al lang begrepen. Dennis is student, TU Eindhoven. En we krijgen prachtige terminologie vandaag, want urban pioneering is de volgende. Dus knoop die ook maar alvast in de oren. En ik ben heel benieuwd naar jouw verhaal. We hebben vervolgens daar nog 2 andere verhalen. En weer in dezelfde vorm als net een gesprek onder leiding van Ton Horn. Ik geef jou even de microfoon. Dus mijn naam is Dennis de Klein. Ik sta hier vanuit Industrial Design. Ik ben op het moment bezig met mijn master in Industrial Design. En ik wil eigenlijk vanavond iets vertellen over mijn bachelor afstudeerproject. Wat te maken heeft gehad met Tilburg en de spoorzone. Dus beide kanten van het verhaal. Mooi, hij werkt weer. Dus het project wat ik voor mijn afstuderen gedaan heb, is eigenlijk de vraag gekomen vanuit de universiteit en vanuit mijn begeleider Frans de Miniouw, om voor Tilburg, voor de spoorzone en voor Tilburg zelf een informatiesysteem op te zetten. Er zijn een aantal eisen gesteld van tevoren, dus we willen een informatiesysteem. Dat informatiesysteem dat moet informatie voorzien over Tilburg als stad, het openbaar vervoer in Tilburg, alle bedrijven die in Tilburg zijn. Alle culturele instanties. Eigenlijk een overzicht van wat Tilburg nou Tilburg maakt en wat er vandaag de dag te doen is. En dat systeem dat moet sociaal zijn. Het moet niet zo zijn dat een app op je telefoon is waar je in je eentje zeg maar op je telefoon gaat kijken en informatie verzamelt. Nee, het moet sociaal zijn. Het is iets wat met meerdere mensen, wat je met meerdere mensen kan doen of waar je iemand anders voor nodig hebt. Ook moet het interactief zijn. Het moet dus wel, je moet er wel iets voor doen. Het moet niet gewoon een papiertje zijn waar de informatie op staat, maar het moet ook wel op je reageren. En daarbij is het ook belangrijk dat je kan exploreren. Dus het is niet per se, ik zoek informatie A, maar het gaat ook vooral om onderweg informatie B tegenkomen. Zodat je eigenlijk ook net de andere dingen van Tilburg te weten komt. Of juist de dingen die je niet per se wilde weten, maar eigenlijk heel blij bent dat je dat toch gehoord hebt.
De meest belangrijke is denk ik het reizen zonder bewegen, wat ook heel erg past bij exploreren. Om eigenlijk al een soort van trip door Tilburg te maken, dat je eigenlijk al helemaal weet wat Tilburg eigenlijk inhoudt, waar je heen wil, wat je wil gaan doen. Zonder eigenlijk weg te gaan of zonder eigenlijk van plaats te gaan. Dus dat je eigenlijk op de plek waar je bent al duidelijk hebt wat je wil gaan doen. Gedurende het proces, het onderzoek wat ik gedaan heb, kwamen een aantal dingen naar voren die heel belangrijk waren. Visueel is een belangrijk ding. Visueel hangt heel erg samen met afleidend. Niet afleidend in de negatieve vorm, dat je ergens tegenaan loopt, maar afleidend in de zin van dat je even tijdens het wachtmoment wat jij hebt op bijvoorbeeld het station, dat je aan het wachten bent op de trein of op iemand die je op komt halen, om je dan af te laten leiden. Dus door een speelse manier af te leiden van het wachtprincipe. Om net even wat leuks te doen en even informatie te vinden waar je weer iets aan hebt. Informatief. En daarbij is ook de wachtruimte van belang. De wachtruimte is eigenlijk iets wat je overal terugziet. Een wachtruimte is in mijn zin een terrasje waar je aan het wachten bent op iemand. Tot aan dus gewoon de daadwerkelijke wachtruimte op het station. Tot het bankje waar je in het parkje zit. Dat zijn allerlei plekken waar je aan het wachten bent om weer iets te gaan doen. En waarbij je eigenlijk dus informatie misschien zou kunnen verkrijgen om een plan te maken voor die dag. Of om net een gesprek te kunnen starten met iemand anders. Een trigger die je zeg maar nodig hebt in die wachtruimte om wat te gaan doen. En het allerbelangrijkste is eigenlijk, omdat ik dus een systeem wil maken wat op meerdere plekken in de stad geplaatst wordt, is dat het zelfvoorzienend is. Het moet niet zomaar een investering zijn van een partij, maar eigenlijk moet het op zichzelf draaien en ook input en output krijgen van dus de bewoners van Tilburg, maar ook bedrijven, culturele instanties. Eigenlijk alles wat Tilburg maakt, moet er iets mee te maken hebben of moet er iets in kunnen doen of iets uit kunnen halen. Het desbetreffend concept, dit is een render daarvan. Het idee is eigenlijk om een, zie het als een vorm als bushalte, om een soort bushalte op meerdere plekken in Tilburg te plaatsen. Iedere bushalte heeft zo zijn eigen categorie. Dus hier is een voorbeeld een plein met de terrasjes, waarbij mensen dus aan het wachten zijn. En door dit systeem waar ze dus langs lopen of doorheen lopen, eigenlijk visueel getriggerd worden van hé, er is iets te doen. Wat is daar nou te doen en voor wie is het nou van toepassing? Het is dus wat ik al zei, het is dus zowel voor mensen die in Tilburg wonen is het van toepassing, maar het is ook voor toeristen. Dus voor mensen die een dagje naar Tilburg komen, wil ik ook triggeren om van dit systeem gebruik te maken. Maar ook de mensen die net in Tilburg wonen. Dus bijvoorbeeld de studenten die hun eerste jaar gestart zijn, die willen weten welke kroeg ze toe moeten of naar welke, waar de bibliotheek precies zit. Dus het is voor eigenlijk voor iedereen die ook maar iets met Tilburg te maken heeft of wil hebben, is het relevant. Het idee is eigenlijk om op het systeem, wat u net zag in de render daarvan, om een visuele stad weer te geven. Zoals hier, dit is een representatie van Tilburg. Het is niet Tilburg zelf, maar ik heb een aantal dingen toegevoegd die misschien bekend zijn vanuit het zicht vanaf het station. Het idee is eigenlijk dat mensen dit voor zich zien. Ze zien een overzicht van de stad, waarbij een aantal gebouwen die zij dus eigenlijk in hun gewone zicht zien. Dus zij komen aanlopen vanaf het station, zien de gebouwen, zien vervolgens dit systeem waarbij ze dus dezelfde gebouwen zien. Het idee is eigenlijk dat ze op deze manier een soort van visuele exploratie maken door de stad zonder er doorheen te gaan. Om het verder toe te lichten. Eigenlijk als zij voor dat systeem staan, kunnen zij door middel van een touch interface of door gewoon bewegingen te maken, krijgen zij zeg maar een overzicht wat die gebouwen zijn. Kijk, bij sommige gebouwen is het heel duidelijk, oké, dit is het ING, er staat heel duidelijk een groot logo bovenop en dat is duidelijk wat er zit. Bij sommige gebouwen is dat minder duidelijk. En op deze manier wil ik dus weergeven wat er eigenlijk allemaal te doen is, wat deze gebouwen inhouden, wat ze het aan te bieden hebben. Het idee is dat mensen dus eigenlijk langs de gebouwen kunnen exploreren wat er allemaal in zit. En hier kunnen ze ook dus, in dit geval de 013, kunnen hier bijvoorbeeld input aan geven. Die kunnen laten zien van oké, nou wij zijn de 013, wij doen dit en dit. Morgen hebben wij dit concert. Wil je ons vinden, dan kan je zo en zo lopen. Om het iets beter te laten zien. Dit is een ding wat ik gebruikt heb om te testen. Ik heb het product ook getest met een aantal medestudenten en een aantal bezoekers van de faculteit. Dus zie dit voor je als het systeem, zeg maar, wat er dus op straat staat, op meerdere plekken. Het idee is dus dat mensen bij dit systeem komen en eigenlijk langs alle gebouwen gaan en dus zien, oké, nou hier zit de 013, hier hebben we BKKC.
Allerlei dingen waar zij dus informatie over kunnen willen krijgen. Het idee is dat mensen dus eigenlijk door de stad heen vliegen. Dus eigenlijk door de stad heen gaan zonder er doorheen te gaan. En daar de informatie krijgen over die dingen. Als voorbeeld dus voor de 013. Dit zijn allerlei dingen waar ze dus informatie over kunnen krijgen. En zo kunnen ze ook hier zien, wat is er vandaag te doen. Maar ook makkelijk zien van hoe komen we daar. Omdat ze dus nog niet bekend zijn in Tilburg, of misschien juist wel. Dan kunnen ze dat ook meekrijgen. Wat ik van tevoren zei, ik wil het systeem zelfvoorzienend houden. Ik heb het nu al 013 als voorbeeld genoemd. 013 is in principe een grote partij die wel genoeg investeert in advertenties en daar ook een budget voor heeft. Maar ik heb eigenlijk ook gekeken naar, ik wil eigenlijk alle instanties van Tilburg wil ik mee laten doen met dit systeem. Ik wil eigenlijk dat het zelfvoorzienend dus is en dat de kleine partijen niet zoveel geld hoeven te investeren om toch zichtbaar te zijn en toch door bezoekers gevonden te kunnen worden. Dus de kleine partijen die echt geen budget hebben hiervoor. Dus ik wil eigenlijk alle partijen een basispagina aanbieden in het systeem. Waarbij ze dus informatie kunnen plaatsen, wie ze zijn en waar ze te vinden zijn. En eigenlijk van dat punt gaan opbouwen. Dus alle grotere instanties die kunnen ervoor kiezen om hun activiteiten te plaatsen. Of die kunnen ervoor kiezen om social media daaraan toe te voegen. Op die manier bouwt het op en heeft iedere eigen partij zeg maar, zijn eigen grootte van advertentie. En op die manier wil ik het dus zelfvoorzienend houden. En iedereen daar een kans in geven om daaraan mee te doen. En op deze manier mensen te laten exploreren door wat er allemaal te doen is. En andere dingen te zien die ze eigenlijk niet van plan waren te zien. En dingen te weten te komen die ze niet van tevoren wilden weten. En dat was eigenlijk mijn verhaal. Bedankt. Dennis, hartstikke bedankt. Ook een hele andere manier om naar de stad te kijken. Maar volgens mij gaan we dan nog veel meer doen. Monique Zijp van Eelt. Was je de derde? Dan heb ik een verkeerd programma. Mag ook hoor. Vind het prima. Maar dan heb ik wel Hans nu te pakken, die ik net ook al had voorgesteld. Hall of Fame. Iets heel anders. Urban culture heb ik begrepen. Dus het woord is aan jou. Hallo allemaal. Ik ben Hans van Dorsen. Dat is Max Wagenmakers. Wij zijn vanuit de Hall of Fame in Tilburg. En ik weet niet of jullie bekend zijn met de Hall of Fame. Maar dat is een plek voor jongeren en door jongeren. Hoewel wij niet meer zo jong zijn momenteel. Wij zijn eigenlijk begonnen als skateboarders in Tilburg. Dus wij reden hier op de straten en ik ben hier ook komen wonen omdat er zoveel plekken waren waar je kon skateboarden en je talent kon ontwikkelen. Nou, op die manier hebben Max en ik elkaar ook ontmoet. En we zijn gewoon doorgegroeid en wedstrijden en dingen. En uiteindelijk kwamen we aan bij van we willen gewoon een overdekte plek in de winter waar je kunt skateboarden. En toen we dat gingen proberen te bewerkstelligen, toen kwamen andere jongeren tegen die dus dansschool en trommelaars en BMX'ers en crafty mensen. En uiteindelijk was het van we willen eigenlijk allemaal hetzelfde, we willen ruimte hebben. Dus daar zijn we voor gaan pleiten, ruimte. En naar de gemeente en heel vrij naïef en een begrotingtje en dingetje dat. En een ruimte in gedachten aan het zwembad, aan de ringbaan. En daar zijn we uiteindelijk een beetje semi-opstandig ingestapt. En het was nog niet helemaal of het mocht. Maar daar zijn we begonnen met de Hall of Fame. En de Hall of Fame was van, iedereen is ergens goed in. En we kunnen dat doorgeven aan de toekomst, zeg maar. En het makkelijker maken voor de toekomst om hun talenten te ontwikkelen op dat gebied. En uiteindelijk kwamen we dus op de Sint-Ceciliastraat. Dat is de Allspoorzone. We zijn in 2004 mochten van de gemeente, laat maar eens zien wat je bedoelt. Nou, met de trommelgroep, de dansschool, zijn we allemaal samengekomen en hebben gezegd van we worden één ding, Stichting Hall of Fame. En we gaan gewoon workshops aanbieden aan scholen en daarmee iedereen de kans geven om in hun talent ook iets mee te verdienen. En het hoeft niet veel te zijn, maar als we maar gewoon deze tent runnende houden en het voor elkaar krijgen om voor ons dan een skatebaan te creëren. Nou, dat is gelukt. We zijn eigenlijk een organisatie die op dit momenteel iets van 6 ton omzet in een jaar. Dat betekent niet dat het overblijft, maar dat betekent dat er een geldstroom is ontwikkeld. 24 workshops.
van verschillende takken, dus verschillende leraren in dat gebied. Een dansschool, een skatepark, een klimhal, een podium, oefenruimtes. Er zit Duurzaam Tilburg, Vloeistof, het zijn theatergroepen die daar zitten, muzikanten. Nou, die hebben allemaal hun plekje gevonden in dat gebouw. En samen dragen we zorg voor dat gebouw. En wat het eigenlijk betekent voor ons is van, ja, elke jongere vanuit een verschillende opvoeding, verschillend cultureel inzicht, ja, die komen elkaar tegen op één plek. Dus het is ons gebouw, zeg maar. Het is niet van, hey, jij bent skater, ik ben hiphopper, ik hoef jou niet echt. Nee, we gaan samen door dezelfde deur en we maken gebruik van een ruimte en toch laten we elkaar zijn wie we zijn. En zo is het eigenlijk helemaal gegroeid tot een tolerantie, hoe noem je dat, groeicabine. Want dat is gewoon de bijzaak. Wij wouden gewoon een skatepark en uiteindelijk merken we, ja, iedereen wil gewoon ruimte hebben om creatief te zijn. Nou, dat hebben we dus bereikt. Nou moeten we daar weg. Dus we kunnen nu achter het station in deze ruimte hier, gebouw 90 van de NS, werkplaats. En dat wordt een nieuwe plek voor de Hall of Fame. En wat betekent dat nou? Dat betekent dat eigenlijk alles wat organisch is ontstaan op de huidige plek. We hebben hier nog een ruimte, oh, die wil dat, kom maar dit en dat. Dat wordt allemaal als een plant uit zijn pot getrokken. Wordt daar neergezet en de bedoeling is dat het daar gewoon verder groeit. Dus wat is het aan ons, onze taak geweest is van, ja, hoe gaan we dat aanpakken? Een skatepark wat we in 2 jaar hebben opgebouwd, getaxeerd op 500.000. En hoe gaan we dat in godsnaam verplaatsen, zeg maar? Nou, daar hebben we toch lang over nagedacht. Je mag wel op een knop drukken. We hebben lang over nagedacht hoe we dat doen. Nou, uiteindelijk kwam het erop neer, ja, we moeten met een architect aan de slag. En het is 2 jaar geleden dit proces in is gegaan. De verhuizing begint over een maand. Nou, uiteindelijk architect erbij. Dit is de huidige locatie, geloof ik. Oh nee, dit is de nieuwe locatie. Nou, zet maar door, van bovenaf. Het is een heel mooi complex. Doe nog het eentje terug. Dat is wel, met een mooi eentje verder. Mooi grasveldje midden in het gebouw. Dus het is een binnenpatio. En je hebt een zaal erachter waar het skatepark komt. Voorkomen de kantoren, de workshops, de studieruimtes, de dansschool. En helemaal achterin aan het spoor komen de zalen. En het avondprogramma wordt gedraaid. Maar ook waar workshops gehouden kunnen worden. Zet maar. Ja, we zijn wel heel blij dat we deze ruimte weer opnieuw krijgen om het dus weer een keer te laten zien. Ja. Ja, zo ziet het er van binnenuit, het grasveldje. En dit is onze achterkant aan het spoor. Nou, we hebben al bedacht een terrasje. En hier is een mooie foyerruimte. Op deze foto staan er nog allemaal spullen in, maar die zijn er nu al uit. Anders ga dichterbij staan. Nou, dit de indeling van het gebouw. Zeppie terug. De indeling van het gebouw is van bovenaf zo. De skatebaan is eigenlijk het houtkleurige gebeuren. En de kantoren, dansschool, workshopsruimtes, ateliers, dat is helemaal aan de voorkant ingedeeld. Het grasveldje zie je daarboven. Er zit een kantine voor het skatepark, maar eigenlijk is het een soort centrale hart van het hele gebouw. Het is eigenlijk de kantine waar iedereen gebruik van kan maken. Dan zie je hier in dit gebiedje 3 oefenruimtes. We hebben er nou 1, dat is goed rendement, een oefenruimte. Dus die hebben we er 3 ingezet en zijn al bijna volgepland. Zoveel behoefte is er dus ook in Tilburg. Hier hebben we een grote ruimte, dat is de foyerruimte. Je komt eigenlijk tijdens een concert kom je hier binnen. En dan heb je daar de foyerruimte. En ja, dat is gewoon een mooie lege ruimte met een bar en een horecavoorziening. Eigenlijk gewoon een klein barretje. En daarin kunnen theater, jazz, van alles gegeven worden. Heel flexibel. En dan heb je verder achterin de grote zaal. Helemaal geluidsdicht volgens alle normen en waarden. En daarin kunnen we gaan feesten, 's avonds. En dat is eigenlijk de nieuwe locatie.
We hebben wel een onderdeel dat we een beetje kwijt zijn. En dat zijn dit is eigenlijk de verschillende ondernemers die daar een werkplaatsje hebben op dit moment. En die jongens, ja, samen komt er gewoon, maken ze gebruik van elkaars apparatuur en zo. Dat hele stuk zijn we nog in ontwikkeling om ergens anders in de spoorzone tijdelijk te huisvesten. En dat is het wel. Het is weer allemaal tijdelijk. Maar hopelijk is tijdelijk weer 10 jaar of 15 jaar. En dan zijn we weer verder gegroeid. Het is een beetje het concept van de architect van nou, toch een beetje dat verplaatsbare, tijdelijkheid. Dus het is iets anders uitgevoerd, iets minder budget was er uiteindelijk. Maar toch hebben we ja, containers met een wc en containers met een opslag en containers met een glazen wand waar je een winkeltje in kunt maken. En we zijn zelf nog bezig met andere containers om te kijken van, ja, die kunnen we meenemen, we kunnen weer weg. We nemen die containers mee en we plaatsen ze in een ander gebouw en we hebben die basisvoorzieningen op die manier al. En we, ja, het is niet zo'n kapitaalvernietiging als het allemaal gesloopt zou worden. En ook lockers en al die dingen, ja, die nemen we natuurlijk nu ook mee. Nou, dit zijn die containerideeën. Nou, ik zijn er een paar van uitgevoerd. De ingang heeft de architect ook gezegd, we moeten een landmark hebben, van dat het verduidelijk is voor de mensen. Het is toch een doolhof, de spoorzone. Vooral nu, niemand weet nog wat en waar en hoe. En dus wij hebben een grote oranje container gekregen. En dat is de entree. En dat is dan de landmark. Het is ook zo, je komt binnen hier met de trein Tilburg in. Ja, je ziet het gebouw. Het is meteen Tilburg. En dat is wat Max ook heel duidelijk zegt. Je moet Tilburg binnenrijden. Je moet zoiets hebben van, er is hier van alles te doen. En het is één groot feest en een evenement. En je wat kan dit en ik kan daarheen. En dat is eigenlijk wat de jongen voor ons ook zei van, je moet gewoon meteen al weten waar je aan toe bent. En niet van wat is dit voor gaas. En dan komt het op neer. Dus dit is eigenlijk. Dit is de foyerruimte. De architect heeft er een skater in gezet. We hebben zoiets van. Nou, liever ga je skaten in de skatebaan. Maar we zijn er toch wel blij mee. Dus zeppen maar. Hè. Eigenlijk kijk je vanuit de foyer. Kun je zo de skatebaan inkijken. En. Er is nu ook gerealiseerd. Dit is er helaas niet. Het is een tribune. Maar wij maken heel de skatebaan zo. Ik weet niet of hoe lang wij nog hebben. We kunnen nog de skatebaan laten zien. Oké, dan zet maar door. Zullen we zo meteen het ontwerp van het skatepark laten zien? Ja, wil niet, hè? Veel kilobytes te verwerken. Ik denk dit laatste plaatje. Nou, pak die skatepark ontwerp. Nou, eigenlijk hartstikke vet met de architect aan de slag geweest. Alles, onze ideeën kunnen uiten. Hoogmoed architecten trouwens, dus dan weten jullie. Ja, doe maar weg. En uiteindelijk hebben we dan een plan ontwikkeld met dat plan naar de gemeente. En uiteindelijk is het zover gekomen dat we een stuk budget vrij hebben gekregen. Ook een stuk budget om zelf uit te geven, maar ook een heel deel wat uiteindelijk de aannemers gingen uitvoeren. Zoals veiligheid, het is brandveilig, het is geluidsdicht. En uiteindelijk is het dus wel gelukt om het weer een keer te verwezenlijken. We moeten het alleen nog invullen. Even kijken hoor. Het is die niet. Eentje terug, mappie. Kijk, je ziet hoeveel werk het is, hè? Zo'n ontwerp. Nou, je moet weer naar die schijf. Even kijken hoor, boekje. En dan. Dit is hem ook niet. Eentje terug nog. Ja. Nou, en dan die onderste. Het skatepark. Ja, daar hebben we eigenlijk ook met heel Nederland gesproken en gedaan. We zijn uiteindelijk met 10 man bij elkaar gaan zitten vanuit heel Nederland dan. Wat is er aan de hand? Hij kan het niet. Oh. We zijn met 10 man bij elkaar gaan zitten. Nederlands kampioen. De jongen die skatepark Amsterdam, skatepark Eindhoven, van ja, hoe kunnen we nou een skatepark ontwerpen in dat gebouw? Want het blijft een oud gebouw met pilaren. En hoe kunnen we nou een skatepark ontwerpen wat uiteindelijk in Nederland een bijdrage heeft, wat Tilburg weer uniek maakt? Want ons skatepark nu is dat ook, dat is een beetje organisch zo gevormd. Nou, uiteindelijk is dit het geworden wat we gaan bouwen. We gaan beginnen aan het eerste deel onderin. En die tweede ruimte met die zwembaden, dat wordt een fase 2, want dat is budgetair nog niet haalbaar. Huh? Ja, precies, zo noemen ze dat, de zwembaden. Eentje van beton ook.
om het echte Amerikaanse skateboarden in huis te halen. Dat wordt onze, ja, onze unieke factor ook. Dus een betonnen skatepool, er is nog nergens zo'n baan binnen. En dan het streetgedeelte daaronder. En daar zitten eigenlijk alle elementen in die skateboarden nodig heeft voor talentontwikkeling en uitdagingen. En ja, zet maar even nog een paar keer door. Nou, dat was het. Ik hoop dat jullie het interessant vonden. Dankjewel. Ja, onze website. We hebben een website. www.hall-fame.nl en www.ladybirdskatepark.nl. En dan kunnen jullie de ontwikkelingen volgen of kijken hoe het er nu uitziet. Dus, dankjewel. Hartstikke bedankt, Hans. En een zeer enthousiasmerend verhaal. Super. Het laatste in het kader van de presentatie is nu wel aan de beurt, Monique. Monique Zijp, kunstconceptcoach. Harry, kun je haar ook helpen om te zorgen dat de presentatie erop komt? Ze maakte zich al enige zorgen, dus... de organisatie waar je voor werkt is EELT. EELT, hè, was het? Of niet? Ja? Ik ben heel benieuwd ook naar jouw verhaal. Weer een heel andere manier om hier tegenaan te kijken. Dus even nu aan jou het woord. Oké, dankjewel. Ik vind het erg leuk om hier mijn verhaal aan jullie te mogen vertellen. En het is ook wel spannend om dat als laatste te doen na deze interessante invalshoeken. Het is leuk om te merken dat een aantal van de dingen die al genoemd zijn... een aspect zijn waar wij met EELT aan vormgeven. En ik denk dat ik eerst begin met iets te vertellen over wat EELT is, hoe het ontstaan is en dan wat we doen. En daarna af te sluiten met een filmpje, zodat je even een indruk hebt van hoe we het vormgeven in de praktijk. EELT is een theatercollectief. En het is ontstaan in Tilburg vanuit het feit dat hier de Fontys Hogeschool voor de Kunsten zit. Met een enorme massa aan talent wat nadat het afgestudeerd is zijn weg vindt in de creatieve praktijk. En in 2009 ben ik als directeur van Stichting Industriestrand begonnen met het theatercollectief EELT en heb ik een aantal mensen om mij heen verzameld die ik in de loop van de jaren op de Hogeschool voor de Kunsten heb leren kennen, omdat ik daar werk. En met hen ben ik eigenlijk gaan ontwikkelen een concept om kunst, meerdere disciplines van kunst, te verbinden met andere domeinen van het maatschappelijk veld. Dat was eigenlijk de bedoeling vanuit een soort idealisme. Dat wij allemaal het idee hebben dat kunst geen apart domein moet zijn. Maar dat kunst bij uitstek een plek is waar discussie kan plaatsvinden over items die in het maatschappelijk veld heel belangrijk zijn. De ethische discussies, de dilemma's die ons allemaal bezighouden. En op die manier zijn we dat gaan vormgeven. Als je het gesprek aangaat met mensen uit verschillende kunstdisciplines, dat kennen jullie natuurlijk als stedenbouwkundig of architecten natuurlijk ook, dan weet je dat je al heel snel over een aantal waardekwesties of belangrijke dilemma's aan het discussiëren bent, een inhoudelijk gesprek aangaat. Door verschillende disciplines bij elkaar te brengen, zoek je dat op. Door het over de domeinen heen te tillen, dus over het domein van kunst naar bijvoorbeeld industrie of erfgoed of sport te tillen, krijg je een spannend gesprek waar je het hebt over niet alleen hoe je het in verschillende disciplines vormgeeft, de wereld, je ideeën, maar ook over hoe je verbindingen tot stand kan brengen. En dat is eigenlijk wat we met EELT proberen, verbindingen tot stand brengen tussen die verschillende domeinen. Een van de belangrijke dingen die mij vanavond opvielen tot nu toe is, EELT heeft geen plek. En ook echt uit keuze, geen plek. EELT is een nomade. EELT reist. Wij verbinden tussen verschillende domeinen en partners. En we denken daarom dat het tamelijk essentieel is dat we geen plek hebben. Want op een plek kan je je terugtrekken en op een plek heb je je eigen territorium. Terwijl als je op reis bent, ben je altijd gedwongen om je te verbinden met andere plekken en ook andere plekken aan elkaar te verbinden. Dus dat is iets wat wij tamelijk belangrijk vinden in ons plan en wat we ook ten uitvoer brengen.
Eelt wordt sinds 2009 zijn we gaan concepten. In 2010 zijn we gaan uitvoeren. Op verschillende plekken in Tilburg eerst. We krijgen ons geld grotendeels van het Cultuurparticipatiefonds. Maar ook gemeente Tilburg heeft ons al een aantal opdrachten gegeven. En daarnaast Erfgoed Brabant als belangrijke opdrachtgever. En steeds meer nu, wat we erg leuk vinden, bedrijven en instellingen die ons opdrachten geven om op een bepaald moment of bij een bepaalde gelegenheid Eelt vorm te geven. Nu moet ik iets zeggen over de naam. De naam Eelt gaat over Eelt. Je bouwt Eelt op schuurplekken waar wrijving is. En daar komt de naam vandaan. Dus wij zoeken de plekken op waar wrijving is, waar Eelt gevormd wordt, maar ook de plekken waar je Eelt kwijtraakt. En als je denkt in je eigen leven van wanneer raak je Eelt kwijt? Nou, dat is bijvoorbeeld als je kind geboren wordt, als je de drempel overstapt van het eerste huis wat je koopt. Voor kinderen bijvoorbeeld als je puppy geboren wordt en als een prachtige natuurervaring of je ziet een fantastische zonsondergang. Van de week was er zo'n fantastische zonsondergang hier in Tilburg die heel veel mensen getwitterd hebben. Dat zijn momenten wanneer je Eelt kwijtraakt. Die momenten die zoeken wij op en dan hebben we eigenlijk daarnaast in ons concept zitten dat we als een soort binding zoeken, een bindende factor. We hebben het altijd over werk. We zijn erachter gekomen in de jaren dat we nu bezig zijn. Je krijgt natuurlijk Eelt op je handen van werken. Dat is een hele simpele die altijd klopt. Echt handenarbeid waar je trots op kan zijn. Je kan iets, je hebt een vaardigheid. Je krijgt Eelt op je handen en je voelt je daar lekker bij. Maar ook werk, omdat werk kinderen van 2 jaar die net kunnen staan, die zitten in de zandbak. En wat doen die? Die bakken taartjes en die bouwen kastelen. En die doen wat hun papa en mama doen. Die doen hun werk na van papa en mama. Daar begint het al. Dat werk eigenlijk een heel centraal thema is. Waar je het kan hebben over mooi, lelijk, nadoen, vernieuwen, trots zijn, kapot maken, verliezen, winnen. Al die belangrijke waarden waar wij het over zouden willen hebben, krijg je daar in die zandbak al voor het eerst in beeld. Gaat je hele leven door. En uiteindelijk kom je bij mensen van tegen de 100 die ons kunnen vertellen wat onze geschiedenis is. En die vertellen, daar in die spoorzone, daar was dat bedrijf en daar heb ik gewerkt. En daar deden wij dit, dit en dat. En als je nu naar het textielmuseum gaat, dan zie je daar die machine staan. Daar heeft jullie pa nog achter gestaan en dat ging zo. En nu is hij mooi en stil, maar weet je dat hij heel smerig was en dat maakt een ontzettende klerenherrie. Dus dan heb je eigenlijk die geschiedenis van de mensen. Er waren een aantal mensen in de loop van de presentaties die zeiden van het is een ontoegankelijk gebied. En mensen voelen zich daar niet mee verbonden. Nou, we hebben inmiddels, ik geloof, 4 of 5 keer in de spoorzone gepresenteerd op verschillende momenten. En we zijn erachter gekomen dat heel veel mensen zich verbonden voelen met de spoorzone. We hebben gewoon letterlijk de zin gehoord van bijna iedereen kent wel iemand die hier gewerkt heeft. Iedereen heeft iemand in zijn familie die trots is op wat hij tot stand heeft gebracht in die spoorzone. Dus de spoorzone is naast dat het een geschiedenis van gebouwen is, is het een geschiedenis van mensen, werk en herinneringen. Als we het hebben over herinneringen creëren, dan is dat een thema wat in de stedenbouwkunde natuurlijk ook een belangrijke rol speelt. Ik vind dat heel mooi aan stedenbouwkundigen. Die creëren eigenlijk toekomstige herinneringen. Dus ze creëren een opvatting en ze creëren een gebied. En daarin plannen ze dan hoe mensen daar later op terug zullen kijken. Hoe ze dat beleefd zullen hebben en hoe ze dat dan aan anderen zullen vertellen. Deze plek heeft dit of dat voor mij betekend. Deze plek heeft dat of dat bij mij opgeroepen. Dus die creëren eigenlijk toekomstige herinneringen. Nou, Eelt is veel bescheidener in die dingen. Dat kunnen wij niet. Wij werken gewoon met mensen die herinneringen hebben. En die zoeken we op via de meest simpele manieren die je kan bedenken. Wij fietsen rond in gebieden. We staan bij de buurt super. We wonen er zelf en we vragen onze buren. Ken je iemand die hier gewerkt heeft, die hier gewoond heeft?
We gaan ook researchen in bijvoorbeeld archieven, bedrijven. We zoeken bedrijfsverenigingen op van mensen die bijvoorbeeld de amateurtoneelvereniging van een bedrijf of de personeelsvereniging. We organiseren reunies om met mensen in contact te komen, oud-werknemers. We gaan naar directeuren toe, naar middelmanagement en naar de vloer. Dus dat is eigenlijk een vaste aanpak dat we steeds research doen op drie niveaus. De gewone mensen die werkelijk het productieproces vormgegeven hebben. De middelmanagement mensen die altijd fantastische dilemma's hebben met het dealen met de vloer en het vormgeven aan of de krimp of de groeiprocessen. En de directeurenniveau waar vaak de visionaire mensen zitten, echt de vernieuwers zitten. We brengen al die verhalen bij elkaar en we geven dat vorm liefst op de plek zelf. Het laatste wat we gedaan hebben is in de cultuurnacht van Tilburg, ook eigenlijk aan de rand van de spoorzone, hebben we een performance gemaakt, Press Eelt, op de redactie van het Brabants Dagblad. Gewoon op de bureaus, tussen de bureaus, met alle spullen erop, waaraan ook drie redacteuren meededen en waar we het hadden over het maken van de krant. Wat zijn de dilemma's van het maken van de krant? Hoe staan kinderen tegenover de krant? En hoe staan mensen die nu aan het eind van hun carrière staan tegenover de krant? En wat is de visie van de directeuren nu? Wat willen ze met de krant bereiken? Die verhalen die brengen we bij elkaar. Dat gaat over werk, maar het gaat ook steeds over diezelfde kernwaarden waar je elkaar op ontmoet en elkaar op kan bevragen. Van, het gaat altijd over waar ben je trots op, wat is innovatief, welke tegenslag heb je overwonnen. En bijvoorbeeld groei- en krimpverhalen. En dat zijn eigenlijk de grote verhalen die in kunst ook steeds verteld worden. Als je naar opera's kijkt, als je naar literatuur kijkt, als je naar dichtkunst kijkt of naar spannende schilderijen, films. Dat zijn eigenlijk dezelfde verhalen. Dus wat wij eigenlijk proberen te doen is die kernwaarden waar iedereen mee stoeit te onderzoeken in een creatief proces. Waar zoveel mogelijk mensen aan deel kunnen nemen. Zowel professionals als al die mensen die we in die researchperiode tegenkomen. Daarbij proberen we zoveel mogelijk partners te betrekken. Dus ook gewoon de bedrijven, de directies, instellingen, scholen, de gemeente. Dat is een hele heisa, maar voor ons is dat proces van die mensen erbij betrekken en de procedures die daaraan vastzitten, vinden wij belangrijk. En ik realiseer ik me nu, ik het zeg, denk ik van ja, maar voor jullie zijn processen van 5 of 10 jaar is heel normaal. Maar in de podiumkunsten is natuurlijk een proces van 1/2 jaar al heftig lang. Dan heb je echt zoiets van een spanningsboog is vaak 3 maanden of zoiets. Dus wat wij doen is daarin tamelijk uniek in die wereld dat we die langere bogen aangaan. We maken maatwerk voor mensen, voor bedrijven rondom bijvoorbeeld bijzondere gebeurtenissen. We zitten nu in Helmond, zijn we aan het werk voor een bedrijf. Er zijn twee bedrijfsafdelingen samengevoegd vanuit twee provincies ook nog eens, Noord-Brabant en Limburg. Werknemers ontmoeten elkaar in de kantoortuin. Dat botert niet. En dan wordt Eelt erbij gehaald om te kijken of wij iets kunnen verzinnen om die cultuurverschillen op een creatieve manier aan de orde te stellen en die mensen mogelijkheden te geven om samen een positieve, creatieve ervaring te bouwen, zodat ze een gezamenlijke herinnering voor zichzelf maken waarmee ze op een andere manier voort kunnen. Dat is eigenlijk een voorbeeld van wat we nu doen. Ik ga jullie dadelijk een filmpje laten zien wat we ingestuurd hebben voor Brabant Culturele Hoofdstad 2018. En dat is eigenlijk nog een element wat ik nog niet genoemd heb, maar wat ik denk ik toch wel aan de avond moet toevoegen, is de ironie. Dus wat we met Eelt en misschien sowieso met theater doen, of met het theatergenre wat hier uit Tilburg ontstaan is, in de dans en in de theaterwereld zoals die hier is, en ook in de literatuur en in de beeldende kunst. Er is hier ruimte voor humor. Er is hier ruimte voor absurdisme. En dat proberen wij ook aan plekken toe te voegen om mensen naar zichzelf te laten kijken
En zichzelf ook een beetje te laten relativeren. En ja, in te zien dat we daarin natuurlijk... Eigenlijk zijn we allemaal even grote sukkels en sneuwe figuren op sommige punten. En daarmee dus net zo hard helden en hele grote geesten op andere punten. Nou, die switch daartussen, dat vinden wij gewoon leuk om daarmee te stoeien. En dat laten we ook in deze video zien. Dus ik laat je hier het filmpje zien van... Brabant Culturele Hoofdstad, wat we daar naartoe gestuurd hebben, waar een heel plan aan vastzit, wat veel groter is dan alleen dit filmpje. En dan moet even kijken hoe het met de tijd zit. Ik heb daarna nog een heel klein stukje, eventueel van Huttenfestival. Dat is ook een ding wat in de spoorzone gebeurd is onlangs. Wat wil gaan reizen langs verschillende spoorzones in Brabant. En waar we ook aan meegedaan hebben, waar we gezegd hebben van... wij als theatercollectief, wij komen daar de meest tijdelijke vorm van bouwen brengen. Wij zijn aan het bouwen. En we bouwen met de spullen die we hebben. En die zijn super simpel. Je ziet ze hier ook al. Dat zijn de dekens uit Tilburg van de AB-fabriek. Het zijn ook gewoon oude dekens van La Poubelle. En wat we weer via een participatief proces losgepeuterd hebben bij alle mensen. Gewoon briefjes ophangen. Heb je dekens? Geef ze aan Eelt. Op die manier komen wij aan onze spullen. Dus gebouwd met de meest simpele materialen, dekens uit Tilburg en huishoudtrapjes. Wat iedereen ook gewoon heeft. En die je kan lenen of krijgen, wat mensen maar willen. Daarmee hebben we gebouwd. En als wij weg waren, dan waren onze bouwsels ook meteen weg. En dan blijft alleen die herinnering. En die herinnering is wat ons betreft het belangrijkste. Dat mensen samen die herinnering aan een creatief proces hebben of aan een bijzondere ervaring. Dat is wat je deelt en dat is wat je maakt dat je van een plek houdt. Goed, filmpje. Ik denk dat ze dat zijn daar. Kijken. Ik vind het erg vervelend dat ik op deze manier moet. Hè. Maar ik merk dat ik steeds wanneer ik langs formele wegen en officiële kanalen probeer een platform te krijgen voor mijn onconventionele visie op Brabant Culturele Hoofdstad van het licht van 2018. Ik voortdurend stuit op oud denken en de onwil van het beleidsmakend establishment ze nu en dan eens een keer een sprintje te trekken buiten de gebaande paden. Dus dames en heren, denk ik dat het onverstandig is om te denken in termen van Tilburg of Breda. He, ook is het onverstandig om te blijven denken in termen van Den Bosch of wat mij betreft Breedburg of Tilburg. Nee, we moeten denken in termen van Zandstad. Zandstad. Dat is helemaal geen nieuw idee, dat is ook mijn idee, wil ik mezelf ook niet voor op de borst kloppen. Maar ik dacht, hoe kunnen wij nou toch eens voorkomen dat de Zandstad niets meer wordt dan een slap aftreksel van de Randstad? Want ik dacht, waarom heeft u nou nog nooit in het buitenland iemand van de Randstad gehoord? Nou, het heeft geen landmark. De Randstad heeft geen atomium, het heeft geen Eiffeltoren, het heeft geen Tower Bridge. Dus ik dacht, laten we nou eens eventjes die Zandstad, hè? Laten we dat nou eens iets meegeven waarmee het zich letterlijk op de kaart zet. Hè? Iets met een monument dat werkelijk vanuit elke satelliet te zien is. En toen ben ik op het idee gekomen van de Great Sand City Vision Division Wall. Een 120 meter hoge muur van 120 kilometer lang. Van langs het spoor, hè, langs het spoor van Bergen op Zoom tot aan Helmond. Een muur die werkelijk elke spoorzone in Brabant met elkaar verbindt. Een muur die niet verdeelt, maar de Brabantse agglomeraties hecht. Een muur die uitzicht biedt, die doorzicht geeft, die richting geeft. Een muur die helderheid brengt en steun. Dames en heren, een dragende muur. Je zult u misschien
denken, kan ik me best voorstellen, hè, dat u denkt, een muur. Gewoon een muur. Nee, dames en heren, niet gewoon een muur. Ik heb het hier over een witte muur, een tabula rasa, een ode aan het witte zand. Een blanco vel waarop men naar hartelust kan projecteren, waarop men kan reflecteren. En waarop praktisch gezien, tijdens, ik noem een evenement, hè, maar iets te noemen als Brabant Culturele Hoofdstad 2018, ook Brabantse speelfilms kunnen worden geprojecteerd die dan nog vanaf de A58 te zien zijn. Om eens even tot slot eventjes iets te overwegen mee te geven. Stelt u nou eens voor, hè, dat in Parijs 1890 de burgemeester van Parijs hebben uitgaan aanbellen bij het volk. En die had gevraagd van die burgemeester van, meneer, ik wil hier heel graag een stalen toren van 110 meter hoog. Van staal. Dan zou de slager waarschijnlijk gezegd hebben... Ik wil dat u dat eventjes meeneemt, wanneer u weer alleen maar denkt in termen van nu en in termen van democratie, wanneer er gewoon bestuurd moet worden. Ik dank u hartelijk. Ik dank u. Wie hebben we er naartoe gestuurd? Hoe dat zou kunnen zijn, dat is natuurlijk een beetje kneut. Oké. Goed. Ik denk dat ik het hierbij laat even, ja. Monique, hartstikke bedankt. Omwille van de tijd gaan we de onderlinge discussie laten gewoon even voor wat die is. Want we willen tijd overhouden voor borrelen en netwerken. Een heel belangrijk onderdeel van de Brabant Academy. Maar wat ik u niet wil onthouden is een reflectie op alles wat voorbij is gekomen. En we hebben Hans Momma's daarvoor gevraagd. Directeur van Telos, maar daar doe je hem alweer mee tekort. Want volgens mij kun je een hele waslijst opnoemen wat Hans allemaal kan. Maar... ook een leuke opgave om hier een reflectie op te geven, Hans. Ik wou eigenlijk het woord aan jou geven. Ja, dankjewel. Zo plotseling, ik had me even nog voorbereid op een discussie. Zodat ik even nog mijn gedachten kon vormen, maar het geeft niet. Het moet kunnen. Spoorzones, spoorzone Tilburg. Spannende plekken. Wat je ziet door... Ik vat het eerste deel even op als zeg maar even het ontwerpende deel. Het tweede deel heeft iets te maken met content. Het heeft iets te maken met een soort van invulling van een plek. Of proberen invulling te geven aan een plek. En in zijn totaliteit omvat volgens mij de hele presentatie... het spanningsveld waarbinnen je vandaag de dag moet omgaan... als het gaat over het creëren van interessante plekken in steden. Vorm en proces... En dat zag je eigenlijk al bij de twee eerste presentaties. Hè, waarbij de eerste presentatie heel snel schoot in de vorm. Vanuit het programma van de deelnemers direct doorschieten naar zeg maar even het ontwerp. En het tweede heel sterk nog naar proces zitten zoeken. Van ja, maar hoe wordt er nou eigenlijk gebruikt? En wat is de dynamiek op die plek? En hoe kunnen we die dynamiek nou doorgronden? Om vanuit vervolgens die dynamiek dan te komen tot een soort van... ja, ontwerp zou je kunnen zeggen. Of een proces waarin het ontwerp zijn plek kan vinden. En die spanning tussen zeg maar even ontwerp en proces, nou, die zie je denk door het hele domein overal zie je die terugkomen. We stappen een beetje af van een soort van blauwdruk benadering. En we gaan naar een benadering waarin we veel meer willen investeren in wat is het nou eigenlijk voor plek hier? Of wat zijn eigenlijk de dragers van deze plek? En wat willen die dragers van deze plek eigenlijk met deze plek? En hoe komen we tot flexibiliteit daarbij? Of hoe komen we tot het ontdekken van... nieuwe verrassende combinaties waarmee je iets zou kunnen doen op die plek. Nou, is dat iets wat volgens mij voor een deel voortkomt uit iemand die het al vallen, de broedplaats, een soort van romantiek. Iets wat ooit ontstaan is uit een soort slim gebruik van wat in het Engels zo mooi heet PLOAPS, Places Left Over After Planning. Van die plekken die ergens in een soort van die schuurzones zitten. Die van niemand zijn en die daardoor juist ook openheid hebben, die plekken. Hè? Omdat ze ook, zijn ook trouwens spotgoedkoop, dus je kunt ze heel makkelijk toe-eigenen. Dus mensen hebben ze zich toegeëigend. En eigenlijk is op dat soort plekken in allerlei steden,
soms zelfs buiten steden. Misschien hoeft niet eens in steden te zijn. Het gebeurde vaak op het platteland of in de overgang tussen stad en land. Er zijn nieuwe praktijken ontstaan. En die nieuwe praktijken zijn op een gegeven moment model gaan staan voor een nieuwe manier van ontwerpen. Dat is in Manchester gebeurd en dat is in Helsinki gebeurd bij de Cable Factory en dat is gebeurd in het Roergebied. En vandaag de dag is eigenlijk dat wat toen organisch is ontstaan. Ik geloof de jongens van de Hall of Fame gebruikten het model al. Hè? Van wat daar organisch is ontstaan in een soort van groeiproces moet nou in één keer uit de pot worden gerukt. En planmatig in de spoorzone worden neergezet. Nou, dat proces doet zich nou op wereldschaal ook voor. Want al die alternatieve plekken die ooit organisch zijn ontstaan, daar denken we nu, daar menen we nou een soort van blauwdruk aan te ontlenen voor het ontwerp van andere plekken, zal ik maar zeggen. En dan krijg je dus een soort van paradox dat je wat elders organisch is gegroeid, nou ergens planmatig of faciliterend of allerlei zachte woorden worden daarvoor ontwikkeld, probeert na te stimuleren, om het zo te zeggen. Zodat die plek ook zo interessant wordt als die andere plekken waar ooit dat organisch gegroeid is. En dan krijg je broedplaatsenbeleid. Ja, laat u even de paradox tot u doordringen. Hè? Broedplaatsenbeleid. Dat wil zeggen dat je beleid gaat maken voor broedplaatsen. En dat werkt. Ik moet zeggen, ik kan niet anders zeggen dan dat werkt. Sommige plekken in grote steden, zoals Amsterdam en zo, die werken op die manier. En daar ontstaan ook interessante plekken. Daar ontstaan gewoon. Dus het is van tevoren niet uit te sluiten dat zelfs ook blauwdrukdenken soms effectief is. Soms. Niet altijd. Soms is het effectief. Het voorbeeld van Den Bosch is geboend, de spoorzone, waar op een gegeven moment een hele diffuse plek ontstond, diffuse situatie. Dan kan toch ontwerp plotseling een doorbraak betekenen voor zijn plek. Plotseling maakt dat duidelijk wat daar kan, zijn letterlijk de woorden geweest net. Inderdaad, dat kan ik me ook voorstellen. En het probleem is een beetje, wat we langzamerhand hebben, is dat we het gewoon niet meer weten. Of althans, er zijn zoveel manieren van aanvliegen van zo'n plek, dat het niet van tevoren zeker is om te zeggen wat het nu gaat worden. Dat lijkt wel een creatieve industrie. Want dat is precies de manier waarop in die creatieve industrie met creaties wordt omgesprongen. Je weet het van tevoren niet. En er valt ook geen enkele soort van benchmark op te zetten. Als een Efteling een nieuwe attractie maakt van 1,5-2 miljoen... er is niemand die apparaten getest heeft. Kan niet, want je moet iets unieks maken. Dus dat ontwerpproces is een soort van trial and error proces, waarbij je permanent eerst vanuit abstracte principes probeert aan te vliegen en dan vervolgens je op abstracte principes iets probeert in te vullen. Kijken of het werkt, een soort van evolutionair proces. En eigenlijk zouden alle plekken in de stad op die manier willen invullen, om zo te zeggen. Evolutionair. Maar ja, dit zijn plekken onder druk. Dus kan dat daar wel? Want de druk is groot en iedereen kijkt mee. De gemeenteraad kijkt mee, de vastgrondontwikkelaars kijken mee enzovoorts. Dus krijgt zo'n plek wel de tijd om zich organisch te laten ontwikkelen? Dat weet je dus niet. Dat kan ook niet gezegd worden. Dus dit soort processen, al die presentaties die we vanavond hier hebben gezien, geven in zijn totaliteit een fantastisch kaleidoscopisch beeld van, wat zullen we zeggen, de prettige chaos waarin stadsontwikkeling zich vandaag de dag bevindt. En waarin de architect niet meer weet of hij nou ontwerper is of procesbegeleider. En misschien is het wel alle twee. Soms. Niet altijd. En die architect moet dan ook wel weten op welk moment die precies architect moet zijn. Al op welk moment vooral hij of zij zijn mond moet houden, de pen moet stilleggen en procesbegeleider moet zijn. Het is een soort van therapeut, zou je kunnen zeggen. Misschien is wel een kunstenaar geworden, die architect. Soms. Niet altijd. Want af en toe moet je ook wel gewoon architect zijn. Of ontwerper. Of inderdaad sociaal geograaf zelf zijn. Niet die socioloog vragen daarvoor, maar misschien moet die ontwerper ook wel socioloog zijn. Of anderen daarvoor inschrijven. Kortom, het is een soort van duivelskunstenaarschap geworden. Maar volgens mij, waar het op staat, en daar wil ik gewoon deze causeur mee afronden. Want echt een harde conclusie hebben eigenlijk niet. Waar wij in een ontzettend veel project waar we vanuit Telos ook mee bezig zijn, steeds weer bezig zijn, is inderdaad die combinatie van inhoud en proces. Waarbij we permanent proberen om niet te vallen voor het een, nog voor het ander. Alleen maar vallen voor inhoud leidt tot een soort van blauwdrukbenadering waar niemand op zit te wachten. Wie bent u om tegen mij te zeggen dat ik dat gebouw moet willen? En een procesbenadering alleen levert ook niks op. Dan levert alleen maar koffierondes op. En nog meer ondernemerstafels. En nog meer prettige bijkomstigheden. En nog meer koffie en nog meer wc-gang enzovoort. Zonder dat het inhoud heeft. En waar het om gaat nou juist is dat permanent inhoud en proces bij elkaar worden gebracht. Op een zodanige manier dat die twee elkaar kunnen versterken. Maar hoe dat dan moet, ja. Wie zal het zeggen? Het lijkt wat weer of zo.
In de zin van, ja, morgen vroeg staan we op, kijken wat voor weer het is. Dan kijken we wel of we een paraplu mee moeten nemen naar buiten toe, ja of nee. Dus op die manier een soort van permanente interactie met je omgeving. Dus wat er met die spoorzone in Tilburg wordt, ik weet het niet. Misschien wordt het wel een vreselijke, saaie vastgoedomgeving. Waar we straks gewoon eigenlijk aan terugkijken en zeggen van, Jezus, nog en toe, hadden we dat nou gewild? Een soort van Pieter Vredeplein misschien. Of het wordt een ontzettend interessante plek. Waar op een gegeven moment iedereen even terugkijkt. Van, een beetje zoals het stationskwartier achter Den Bosch. Waar langzaam iedereen vindt, ja, hier zit leven in die tent. Hier, op een gegeven moment is er iets ontstaan. Het zal ontzettend van afhangen of er ruimte is voor ontwikkeling. Het zal er ontzettend van afhangen of de partijen die erbij betrokken zijn elkaar de ruimte gunnen om die plek rustig te ontwikkelen, om het zo te zeggen. Wel vanuit een soort van business case die ontwikkeld moet worden. Dus geen theekrans. Maar dan toch een soort van flexibiliteit inbouwen. Om elke volgende fase opnieuw te kunnen beoordelen en daarmee aan de slag te gaan. Ontwerpend onderzoek, maar dan verder nog. Want ontwerpend onderzoek is eigenlijk nog vanuit het ontwerp redeneren naar het proces toe. En gebiedsontwikkeling 3.0 draait de zaak eigenlijk om. En kijkt veel meer naar het proces. Om het ontwerp dan faciliterend te zijn aan het proces. Heeft dat een beetje een zinvolle bijdrage geleverd? Ik hoop het. Wij zijn ontzettend benieuwd met z'n allen naar wat er in Tilburg zich gaat ontwikkelen in die spoorzone. En niet alleen de spoorzone in Tilburg, maar er zijn natuurlijk in Brabant 3 of 4 spoorzones die in ontwikkeling zijn. Die met elkaar iets moeten gaan maken. Voor Tilburg is volgens mij die spoorzone zo van belang dat die spoorzone echt inderdaad een platform kan gaan worden voor wat hier in Tilburg gebeurt. En daar moet op de een of andere manier die dwarse horizontale cultuur van Tilburg, die moet daar een vorm gaan krijgen en die moet daar een podium gaan krijgen. Als dat niet gaat gebeuren, dan verhuis ik uit Tilburg. Hans, hartstikke bedankt. Het laten landen van de identiteit op de plek. En dan nog met alle randvoorwaarden van dien en met alle partijen. Ik weet, het was een sneltreinvaart. Het was ook mijn opdracht om te kijken of we het allemaal binnen de tijd konden realiseren. Zometeen wordt u ook een borrel aangeboden. Maak er alsjeblieft gebruik van, want dan is het eigenlijk de ruimte van wat ik nog niet gehoord heb en toch wilde weten. Mensen aanspreken, kennis met elkaar maken. En dat is denk ik ook een van de kernen die wij als Brabant Academy daar voor jullie willen neerleggen. Dus het spijt me dat het soms heel snel moest gaan, maar ik hoop dat er voldoende bodem is gelegd om nog een prettige voortzetting te hebben. Jan van Dijk wilde heel graag het slotwoord. In ieder geval namens mij ook bedankt voor jullie aanwezigheid. Ik hoop dat jullie het ook als inspirerend hebben ervaren. En dat we jullie vaker mogen treffen bij activiteiten van de Brabant Academy. En in ieder geval Harry alvast bedankt voor de locatie. En ook het feit dat we hier in ieder geval van de borrel mogen genieten. Hij wil wel op tijd vanavond weer naar huis. Dus of we daar ook even rekening mee willen houden. Dankjewel, Enna. Graag applaus voor onze rechtvaardig weliswaar ontzettend strenge gesprekslijsten vanavond. Dus ik heb nog 3 minuten namelijk om jullie te bedanken natuurlijk, van al diegenen die hier gekomen zijn. Maar ik zou Hans even bedanken voor zijn beschouwende woorden over dit gehele gebeuren. En ik moet je eerlijk zeggen, ik heb daar verder eigenlijk helemaal niks aan toe te voegen. Ik zou eigenlijk ook Sonja willen bedanken en Mark en Simon, die vanuit hun vakinhoudelijke bijdrage toch eens even al wat kanttekeningen geplaatst hebben bij een aantal ideeën. Jammer even dat stukje van het laatste moesten missen. Maar goed, ik begrijp het ook wel, want we hebben ook met Harry afgesproken dat we hier echt tijdig weg zullen gaan. Ik heb een cadeautje voor de studenten en de studenten plus. Als jullie zo beneden even gewoon bij mij willen komen om dat dan in ontvangst te nemen. Want als ik dat nu ga doen, dat kost veel te veel tijd. En je weet hoe dat op dit moment dan geregeld is. Ik zou graag nog een applaus willen hebben voor de mensen die hier echt deze presentaties gehouden hebben. Dan mag ik tot slot eigenlijk eindigen. Ik ben blij dat ik niet nu uit een stuk papier hoef voor te lezen. Dit is eigenlijk allemaal veel makkelijker. Dit is nou precies wat wij bedoelen. Ik heb een stukje voorgelezen en er staat zwart op wit enzovoort enzovoort enzovoort. Maar eigenlijk, hoe zouden we dat nou willen invullen? Dat is nou hier vanavond eigenlijk gebeurd. Namelijk kennis, ontwikkelen, delen en vooral verbinden. En ik zou eigenlijk de geïnstitutionaliseerde wereld mee willen geven dat er buiten al die
fantastische, maar o zo logge instituties zoveel te beleven is, dat er eigenlijk de volgende keer hier absoluut aanwezig moeten zijn. En mochten jullie in dezezelfde ambiance en sfeer zitten en je komt collega's tegen of andere mensen die zich ook gevangen voelen en begrensd voelen door hun eigen functioneren en hun eigen rol, nodig ze uit en laat ze in godsnaam hier naartoe komen. Dat is mijn laatste boodschap en ik mag één, ik heb nog een verrassing. Ook zij, wij zijn ook een beetje een club die in een spagaat staat. We willen aan de ene kant willen we namelijk geen organisatie zijn en aan de andere kant moeten we dat wel, want anders kun je bijvoorbeeld dit niet organiseren. Nou, zo kwam ik er ook achter dat wij als stichting geacht worden jaarverslagen te leveren. Daar had ik helemaal nooit meer aan gedacht en zo. En op een gegeven moment moesten er allerlei cijfertjes op een rijtje worden gezegd. En nou ja, Erna heeft dan ergens een accountant geregeld. En nou, dat kostte ons een half jaar om al die cijfertjes op een rijtje te krijgen. En vervolgens zei die man tegen mij van ja, maar er moet ook een verhaal van het bestuur bij komen. Dus ik dacht, nou, wij zaten elkaar aan te kijken. Zo, fijn, dan ga je schrijven. Maar wat, het is ons gelukt. En wij hebben nu een jaarverslag van 2009 en 2010. Eigenlijk wel net zo handig als moet je dat per jaar doen. Nou, dat is net vandaag klaargekomen en dat is grafisch vormgegeven door Simone van Wijk. Dat is onze grafisch vormgever. En wij zouden dat jullie graag mee willen geven als jullie straks weggaan. Er ligt een stapeltje. Dat jaarverslag is weer mede mogelijk geworden door de gemeente Eindhoven en door Smulders Interieurgroep. Ik moet het gewoon zeggen, want anders was het niet eens tot stand gekomen. Dat ligt als cadeautje gewoon klaar. Kijk niet te veel naar die cijfertjes, want die kloppen gewoon. Maar er staat ook gewoon leuke verhaaltjes in van waarom wij dit doen. En dat is niet alleen de moeite waard, maar het is ook fantastisch leuk vormgegeven. Op een hele simpele manier, maar heel leuk gedaan. Dus dat krijgen jullie als cadeautje mee. Dank voor jullie uitleg. En absoluut de volgende keer in het voorjaar weer bij ons mini-event. Maar dan met nog veel collega's graag. Dankjewel.